U luistert naar Vrijheid Radio. Ja, dames en heren, jongens en meisjes, dit is weer een nieuwe aflevering van Vrijheid Radio. Leuk dat je luistert. We zitten hier gezellig in Café Libertaria met op dit moment Rick en Yoshi. En mijn naam is Johan. En ja, we hebben misschien dat er nog andere mensen bij komen. Je weet maar nooit. Maar goed. Ja, nu zijn we allemaal zichtbaar. Ja, en goed. Ja, Rick, leuk dat jij er ook weer bent. En ja, even kijken of we nog wat officiële mededelingen kunnen doen voordat we gaan beginnen. Even kijken, ja, natuurlijk de LP's hebben nog steeds mensen die ondersteuningsverklaringen willen tekenen. Ja, zeker. Ja. Nou ja, weet je, de officiële ondertekening is natuurlijk toch pas tussen 4 en 29 januari ja, op het gemeentehuis. Moet je paspoort meenemen, moet er iemand bij zijn van de gemeente, et cetera. Maar voor die tijd willen we eigenlijk al zorgen dat heel veel mensen, nou ja, echt voldoende mensen hebben beloofd dat ze dat gaan ondertekenen. Want dan hoeven onze vrijwilligers niet in de kou voor het gemeentehuis te gaan staan om te werken. We hebben in totaal 580 nodig. Hè. Nou ja, in Nederland zijn er dan op het vasteland 19 kieskringen met 30 ondersteuningsverklaringen. En Bonaire hebben we er nog 10 nodig. Dus als iemand op Bonaire kent die 10 ondersteuningsverklaringen voor de LP kan regelen, van harte welkom. Stuur je mail even naar osv@stemlp.nl. Ja, dus osv@stemlp.nl. En dan is natuurlijk nog 3 januari. Want 3 januari heeft de LP ook nog een leuke actie samen met Vrijheid Radio. Ja, dat wordt feest. Dan hebben we de grote Bitcoin Marathon. Ja, de Bitcoin Birthday Party. Ja, wat, even kijken, want de meningen verschillen nogal over. Hè. Sommigen zeggen dat dat veel eerder was toen de white paper gereleased werd. Maar ja, je kan dat ook zien als de bevruchtingen. Ja. En dat de geboorte was dan op 3 januari. Het was toch toen de eerste Bitcoin gemined was? Ja. Dat is 3 januari. Ja. Dus we hebben al een aantal mensen in ieder geval geschreven. Sommigen hebben al een soort van interesse getoond. Onder andere Naomi Brockwell, bekende crypto-journaliste. In ieder geval, ja, het nog niet helemaal bevestigd of zo, alleen maar wilde wat meer weten. Even kijken, van Dash komt er iemand. Dash is ook een cryptocurrency. Oh jongens, ik ben het zelf al even vergeten. Eagle, ja. Even kijken, ik heb nog met EOS wat gecommuniceerd. Iemand die kent weer de moeder van Ross Ulbricht, die gaat proberen haar er ook nog bij te krijgen. Ross Ulbricht ken je wel, die zit in de gevangenis vanwege, hoe noem je dat, vanwege Silk Road. We hadden nog meer. Nou, we hebben in ieder geval heel veel mensen hebben gemaild en zo. Ja. Dus zodoende, ja. Dus dat wordt allemaal leuk. Ja. Dus dan gaan we een hele grote marathon doen. En dat is dan op 3 januari. Maar we zullen in de loop van de tijd zullen jullie op de hoogte houden. Ja. Het is ook een soort benefiet voor de LP. Ja. Toch? Ik moet even bij zeggen. Het is voor de LP. Ja. En dan kunnen jullie allemaal donaties doen met cryptocurrency. En en er wordt ondertussen in de chat getypt, zie ik. Dus ik weet niet wie er... Oh, zal ik het even in de gaten houden? Ja, het is zo, dat is... dat was Yoshi. Ja. Aha. Ik had even op wat plekken gedeeld dat ik live was, maar nou vragen ze of het in Engels kan. Okay. Ja. Doe vandaag lekker Nederlands. Ja. Trouwens, ik had vorige week beloofd dat ik... even kijken hoor, dat was de voorman van de Schotse LP, de Schotse Libertarian Party. Zou uitnodigen. Dat is weer even een weekje uitgesteld. Dus misschien volgende week. Ja. Goed, dat is dan in het Engels. Goed, laten we beginnen met het vaste blokje goud, zilver, bitcoins en de staatsschuldmeter en de olie onder andere. Die heb ik hier voor mijn neus staan. De olie staat op 46 dollar. Gewoon een beetje heen en weer geswingd deze week. Niks bijzonders.
Dan hebben we hier nog het goud. Het goud is iets omlaag gegaan deze week. Staat nu op $1837.40. Dan komen we bij de bitcoin. Nou, daar is inderdaad het een en ander over te zeggen. Die hebben een all-time high gehaald deze week. Ja, ja een nou, beetje. Joh, in mijn boekje nog niet. Oh, in jouw boekje nog niet. Nee. Even kijken, hij staat hier op... voor mij moet ik hem heel even verversen, voor de zekerheid. Ja, toch nee, staat goed. Hij staat op net onder de $19,000. Staat op 18.000... nou staat hij op 19.000 weer, dus... Ja. Maar nu even, heeft dat er nou mee te maken dat veel mensen de bitcoin invluchten of heeft het gewoon te maken met een bijzonder lage koers van de dollar? Ja, dat is inderdaad kip en het ei verhaal. Nou ja, ze zeggen dat grote beleggers, PayPal en Grayscale, die zijn erin gesprongen. Die zouden dan massaal bitcoins opkopen, maar ja, dat is, ik weet het niet. Het zou ook kunnen zijn omdat er heel veel mensen checks van $12,000 in een brievenbus krijgen, terwijl ze normaal altijd minder verdienen. Ja. Maar dus zie je niet een toename in het aantal mensen dat zich op die markt beweegt? Ja, Yoshi? Nou, dat is lastig om te vast te stellen, omdat het natuurlijk deels is het allemaal anoniem. Het aantal adressen wat gevuld is, neemt wel steeds toe. Maar dat kan ook weer gewoon zijn omdat iemand steeds een nieuw adres gebruikt. Je kan het een beetje aflezen aan hoeveel kost een transactie. Want hoe populairder dat het netwerk is, hoe meer een transactie gaat kosten. Maar het voornamelijkste reden dat het nu zo omhoog gaat, is gewoon omdat de eigenaar die het nu overnemen, zijn inderdaad voornamelijk grote bedrijven die te veel dollars hebben staan. Of dat denken ze in ieder geval. En die denken dan, nou, ik heb liever bitcoins dan dollars op mijn balans. En dat zijn een beetje de instappers van dit moment. En persoonlijk denk ik ook dat speculeren op de Ethereum er ook nog wel iets mee te maken heeft. Maar, ja, lastig om te zeggen wat er precies... Voor mij heeft hij in ieder geval nog niet de all-time high aangetikt. Sommige platformen wezen daar wel op. Maar, ja, dat zijn dan voor die platformen hun all-time high. Die hebben er een premium overheen zitten, ja, weet ik veel wat. Op de meeste beurzen heeft hij nog niet zijn all-time high. Ah, oké. Ja. Hier heb ik bijvoorbeeld... De Kraken heeft ooit in euro's 20.000 aangetikt. En nu staan we op 16.000. En dat was dan wel heel even kort in die piek. Maar zo was in die hele korte piek heeft hij zelfs wel over de 20.000 even gestaan. Ja. Dus ja, zolang dat we onder die 20.000 hangen, vind ik dat er geen all-time high is. Dus Didi was even te vroeg met juichen. Nou ja, die mag gewoon juichen. Die zal best wat juichen hebben. Maar die post altijd weer van die leuke filmpjes, hè, met zijn familie. Ja, ik denk persoonlijk zelf dat hij op het moment een beetje in zijn piek zit van het jaar. En dat we dus eerst nog een beetje dat we het jaar eindigen rond de 15.000, zeg maar. Dus dat verklaart dan voor mij weer waarom alle media nu op de 20.000 gaan zeggen... Oh, die toch weer een beetje die hype op willen blazen. Want dan... Nou ja, goed. Het is altijd lastig. Blijf speculeren. Ja Pieter Schiff, onze bekende goudfanaat, die had ook nog een leuke complottheorie. Hij dacht dat, want hij was in het programma uitgenodigd van CNBC. En dat programma heeft Grayscale als sponsor. En hij zat zijn bekende bitcoin rente houden, dat het allemaal een bubbel is en noem maar op. Anti-bitcoin rente. ja, anti-bitcoin rente. Zoals van Pieter Schiff wel gewend zijn. En hij zei, ja, dat gaat allemaal dalen en zo. En had er nog even een TA op gegooid. En, maar ja, toen ging hij in tegenstelling tot wat Pieter Schiff dan... zij ging dan toch omhoog. En hij zegt dat, ja, dat heeft Grayscale Express gedaan. Die lopen hem nu te pumpen om mij ongelijk te geven of zo, ja.
Dat we weer lachen met... Nou ja, wie het ook was, hij had in ieder geval weer eens ongelijk. Ja. Onze Pieter Schip. Ja. Het is vast een aardige vent, maar over Bitcoin heeft hij het behoorlijk mis. Al vanaf 10 euro roept hij dat het niks is. Dus ja, nou ja. Weet je dat ook, hè? Weet je hoe dat hij erin staat? Weet je hoe dat je zijn woorden moet wegen als hij weer eens wat zegt? Ja. Ja, dan hebben we nog de marihuana-index. Die staat op 100... Oeh, die is al omhoog gegaan. Die staat nu op 153,79. Ik denk dat het gewoon dollartjes zijn. Oh. Ja. Hij is omhoog gegaan, joh. Dus ja, leuk. Even kijken. Weer flying high. Flying high, ja. En de staatsschuldmeter die staat op 382,8 miljard in het rood. Heeft afgerond. Nou, dat is nog steeds niet bijgewerkt. Nee, die, nee, klopt. Het steunpakket van de overheid die loopt inmiddels richting de 100 miljard, als ik niet vergis. Ja, en dat doen ze pas waarschijnlijk na de verkiezingen. Is het een overheidsmeter? Ja, hij is geopend ook door Mark Rutte. Die, en dan zie je ook, het filmpje staat er misschien ook nog bij de nationale staatsschuldmeter.nl. Dan zie je ook dat Rutte hem feestelijk opent. Toen stond hij nog op iets van 200 miljard of zo. Ja. Daarna is hij... Hij was inderdaad zo mooi in het dalen de afgelopen jaren, toch? Dat was echt prachtig. Ja. Hij heeft ooit wel eens op 500 miljard gestaan. Ja, bijna. Dat, bijna. Dat is over verkwanseld was. Ja. De VVD heeft het aardig omlaag geholpen. Ze is natuurlijk om verguisd geraakt. En de VVD heeft heel veel foute dingen, maar daar zijn ze aardig goed in geweest. Ja, maar toen Rutte begon, was hij nog echt 200 miljard. En hij is daarna echt verdubbeld. Of ja, 200 nog wat miljard. Hij is bijna verdubbeld toen. Ja, maar dat was dat kabinet met Wouter Bos, of niet? Ja, het eerste was met PvdA, ja. Ja, ja, ja. 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 Maar goed, ja, we gaan even naar de bericht toe. En dan gooi je meteen de Godwin-jingle erin. Dus mensen die er niet tegen kunnen. Doe even je oortjes dicht. Hier komt ie. Hoppa. Oh, fuck, wacht even hoor. Ctrl G. Hoppa, daar is hij hoor. Dat is een ziek idee. Want we hebben een Godwin berichtje. En het gaat nou niet over de echte Adolf Hitler, maar over een... Het is wel een echte Adolf Hitler. Ja, het is wel zijn echte naam. Ja. Maar niet Snorremans. Het gaat om de Adolf Hitler van Naïwië, want die heeft daar de verkiezingen gewonnen. Ja, voluit Adolf Hitler Oenona. Ja. Hij heeft de verkiezingen gewonnen in een provincie in het noorden van Namibië. Ja. En hij is niet uit op werelddominantie, dus... Nee, maar het is zo mooi. Dat had het nog met Johan net even over. Hoe komen mensen dan op om iemand zo te noemen? Maar er staat erbij, zijn vader vond Adolf Hitler wel goed klinken. Dus gaf hij deze voornaam aan zijn zoon. Het is een soort van talisman. Van, je geeft een bepaalde naam eraan. Bijvoorbeeld Stalin zijn ook bepaalde mensen genoemd. Dat Johan het al over heeft. En dan, dat straalt kracht uit en leiderschap en dat soort dingen, weet je. Dus om de een of andere reden is dat toch populair. Ja. Zo is er ooit, dat is volgens mij nog steeds wel, heb je in, Zuid-Korea, heb je bepaalde Hitlerbars. Die zijn ook met hakenkruizen en nazi-pakken en alles. Maar dat is gewoon cool, weet je. Ja, daar kijken we in Europa een beetje anders tegenaan. Maar, maar buiten Europa heeft Hitler af en toe wel eens een beetje namen van wij met onze wenkbrauwen gaan fronsen. Ik heb vroeger op het asielzoekerscentrum gewerkt en dan hadden we iemand rondlopen die heette Stalin van de voornaam. Die kwam uit Nigeria, geloof ik. Ik vroeg ook van, waarom heet je zo? Ja, mijn vader zei... Dat was een sterke man. En als hij mij zo zou noemen, dan zou ik later een sterke man worden. Ja. Hier in het dorp hebben we ook een Hitler. Ja? Dat is een voornaam. Oké. Hitler Jovanovic. Oké. Het is toch apart, hè? Om er maar even aan te geven hoe de soort van het idee dat het heel normaal is om je kind niet zo te noemen. Dat niet overal leeft. Ja. Ja, dus dat mensen ook wel anders tegen zo'n ding kunnen aankijken. Maar kan hij wel een Facebook-account krijgen met zo'n naam? Dat weet ik niet, want ik zo goed de heer H.
De meesten worden er al afgegooid als je daar gewoon een portretje van Hitler laat zien of zo, met die namen. Ja. Goed. Maar dit is eigenlijk alleen maar een beetje voor de lol, dit berichtje. Binnenkomen. Ja, het volgende bericht is wat serieuzer. ECB kan niet meer bankroet. Ja, maar dat kon het toch al nooit. Hebben bij Stuurloos zo'n mooie uitzending gemaakt daarover. Met die, hoe zit geld nou in elkaar? Ja. Dat hebben we met Joshi ook gehad over de soort van de... Ja, hoe noemen we dat nou? De potjes geld die het ECB heeft. Dus in creditcards en in de schulden en nog een potje, als ik me niet vergis. Mm. En de ECB zijn gewoon goochelaars met geld. Het is ook in mijn beleving niet een echte bank of zo. Die kunnen alleen maar staten lid van worden, als het ware. Mm-hmm. Je kunt niet een rekening openen bij de ECB of zoiets. Okay. En dit zijn gewoon de manipulators van de geldmarkt. Ja. Zij bepalen hoeveel de euro waard is. Ja. Joshi, kun je misschien niet een ideetje voor Lieberland? Om gewoon, je bent dan een staat, dus dan mag je renteloos lenen bij de ECB. En dan koop je daar alleen maar bitcoins mee of zo. Of je koopt je eigen Lieberland merit omhoog. Maar je credit rating is denk ik nog niet zo goed. Ja, dat is geweldig. Ik ga meteen een verzoek van een paar miljard. Maar dan moeten we wel eerst lid van de EU worden. Ja. Bij de ECB willen lenen. Anders dan vraag je het aan bij het IMF, toch? Dat kan ook. Ja. Oh ja, oh ja. Ja. Maar ja, IFAS... Maar dit is overigens, die negatieve rente geldt niet voor elk land, hè? Dat is niet nee, dat zeg ik. Je moet er een bepaalde credit rating hebben, inderdaad. Ja. Voor Nederland en Duitsland geldt dat inderdaad, maar allerlei andere landen in Europa niet. Dat is waarom al die andere landen, we hebben het er ook over gehad, zo ongelooflijke fans zijn van de eurobonds. Want dan worden hun schulden ineens minder waard. Goedkoper. Ja, die betalen ze goedkoper af. Ja. Ja, precies. Ja. Ja, ik heb net, voor de uitzending heb ik deel 4 van Arno Wellensen uiteenzetting van de Duitse Bank bekeken. Ja, hij heeft weer een leuk verhaaltje ervan gemaakt. Maar ja, het is herhaling van zetten. Hè. Zolang de mensen blijven accepteren dat de euro hun geld is, ja, kunnen ze doorgaan met het spelletje. Zo simpel is het. Ja, het wordt gewoon aan je opgedrongen als het ware, toch? Nou ja, maar dat zeggen sommige mensen ook van die verzekering. En daar kun je ook onderuit komen, weet je wel. Ja, dat klopt. Maar dan ben je alsnog niet heel erg voordelig uit. Want je mag dan ook geen enkele verzekering afsluiten. Ja, dat klopt. Je moet het nog zo erbij zien. Inderdaad, de euro wordt je in heel veel manieren opgedrongen. Maar je moet proberen om toch zo een deel van je economie erbuiten te gaan plaatsen. Want ja, we kunnen het er weer over hebben, maar hoeveel euro's zijn er dit jaar weer niet bijgedrukt? Op de lange termijn heb je wat anders nodig. Het is heel mooi wat die Christine Lagarde van de ECB daarover zegt. Hè? Dus per definitie kan de ECB niet bankroet gaan of zonder geld komen te zitten. Want ze kunnen gewoon geld bijdrukken, dat zegt ze letterlijk zelf. Ja, hè? Ja. Nou, dan maken we gewoon geld bij en dan hebben we geen tekort meer. Dat zou ik ook wel willen. Want ik denk, ach jongens, mijn bankrekening is wat te klein. Laat ik eens even wat geld erbij zetten. Dan bel ik mijn bank op en dan zeg ik, jongens, mijn saldo is te laag. Doe er maar 10.000 bij. Oké, meneer Kleinsmit. Ja. Ja, hoe gaan mensen om met geld als je weet dat je toch eindeloos erbij kan gooien? Ja, dat zie je aan de overheden, toch? Ja. Ik hoor het event van die man ook alweer van Wopke Hoekstra, ja, van de Financiën nog zeggen. Die zei van, iedereen moest dan natuurlijk geld hebben, hè, want de overheid had maatregelen uitgevaardigd waardoor alle bedrijven dicht moesten gaan. Toen zei hij van, de zakken van de overheid zijn diep. Nee, de zakken van de overheid zijn helemaal niet diep. Jullie lenen gewoon een hele bak geld bij. Ja. En het is bij toeval dat Nederlandse bedrijven het zo goed doen, dat je dus dat je zo goedkoop kunt lenen. Nou, dat heeft niet eens zozeer met het succes van de Nederlandse bedrijven te maken, maar wel met de efficiëntie waarmee dat de Nederlandse Belastingdienst de belastingschulden kan innen. En de manier waarop wij dat dus heel erg nauwkeurig voor elkaar krijgen om iedereen zijn belasting te laten betalen. Want dat is bijvoorbeeld wat er aan schort in Italië en Griekenland.
die schrijven op papier wel een factuur voor de gemeentelijke belastingen. Maar er is niemand die hem betaalt, snap je? En dat is het grote verschil waarom Nederland zo laag zit in rente. En dus zo hoog aangeschreven op die kredietmarkt. Omdat wij, of omdat Nederland heel efficiënt zijn belasting int. Ja. Dus eigenlijk is het gewoon een teken van falen dat je zo'n hoge credit rating hebt. Nou, dan heb je gewoon heel veel mensen van compliance met het systeem in ieder geval. Ja, nou ja, dat weet ik niet. Ja, compliance misschien ook wel gewoon onder dreiging met geweld, hè? Als je geen belasting betaalt, dan kom je in de cel te zitten als je dat blijft volhouden. Ja, maar die dreiging heeft iedere overheid. Hè? En hoeveel mensen in Nederland komen er nou echt in de cel voor het niet doen van belastingaangifte? Het is heel laag. Dus het is meer dat wij gewoon heel over de tijd heen gewoon hele brave belastingbetalers zijn gebleken. En daar heb je dus ook het voordeel of van. Of dat de economie zo groot is, dus inclusief zwarte economie, dat het niet zo gek veel uitmaakt als je aan het witte geld die hoeveelheid belasting kwijt bent. Ja, lastig ja. Om dat te zeggen. Maar... Ja. Laat ik het anders zeggen. Als een goed bedrijf in een ander land beter onder zijn belastingverplichtingen uit weet te komen, dan gaat het uiteindelijk ten laste van de creditscore van dat land. Want die kunnen dan niet zo goed die belasting innen en dus ook minder goed lenen. Dus dat is meer wat erachter zit, is dat het land heel goed, of dat het land met lage rentes, die kunnen heel goed ervoor zorgen dat de mensen dus hun schulden aflossen. Ja, het heeft er ook wel een beetje mee te maken in Nederland in ieder geval, dat allerlei buitenlandse bedrijven juist heel weinig belasting betalen in Nederland. Dus dan is het makkelijker te innen. Als je niet zoveel hoeft te betalen, dan willen juist allerlei bedrijven zich vestigen. En denken, nou, dan betalen die belasting wel en dan zijn we goedkoop uit. Ja, ik snap wat je zegt. Maar dat is ook, ja, nou goed. Er zit ook een soort marktwerking in. Weet je. Het is een heel soort van heel complex spelletje. Waarbij het de overheid in Nederland kennelijk heel erg goed lukt om mensen belasting af te troggelen. Zo moet je het maar zien, ja. Ja. Al met al word ik er niet vrolijk van. Laat ik daar dan mee afsluiten. Nee, en waar je ook niet vrolijk van wordt is het volgende. Burgemeester Abu Taleb van Rotterdam. Volgens mij, ik weet niet, wat ik hier een beetje gevoel bij krijg is dat hij gesponsord wordt door bol.com. Want hij wil de Sinterklaas aankopen in de avond mogelijk verbieden. Tot einde van het jaar. Ja, dat is interessant, hè? Ik kwam er natuurlijk tegen op Facebook al. En ik heb er toen al op gereageerd. Ik dacht, nou, gouden tijden voor winkeliers. Want hij wil het in de avond verbieden. Maar wel, hij ziet wel de Sint aankopen tot het einde van het jaar. Ik denk, nou, zo lang hebben de Sint aankopen nog nooit geduurd. Ja. Dus dat lijkt me een geniaal plan. Ja. Nee, maar hij schijnt er alweer een beetje op teruggekomen te zijn, begreep ik. Omdat er nogal wat kritiek op kwam. Ja. Mensen hebben me uitgelegd dat Sinterklaas tot 5 december duurt. Maar PostNL die kon de hoeveelheid pakjes al niet meer aan. Dus die moesten ze dan laten liggen bij de aanbieders. Hmm. Zo hard gaat dat ook allemaal niet met die bol.com, zullen we zeggen. Ja. Ja, maar die kunnen het dan weer natuurlijk verspreiden via hun eigen Albert Heijn bezorgers. Nou, ik vind dit van die rare wetgeving, hè? Want dan gaat de mensen willen toch hun boodschappen doen. Als je ze minder uren geeft om dat te kunnen doen, dan wordt het dus in de uren dat het wel kan alleen maar drukker, lijkt mij. Ja. Dus als je het aantal uren wat mensen kunnen doen voor hun kerstinkopen of Sinterklaas inkopen met zoveel uren terugschroeft, dan lijkt het mij, dan krijgen we elke dag of elk uur dat het open is, krijgen we Black Friday taferelen. Ja, en toen werd het afgesloten, hè, met drones en al die teksten omriepen over het winkelend publiek. Oh, okay. Ja. Ja. Verwijder u uit de binnenstad. Het is te druk. Ga naar huis. Oké. Ja, heb je dat filmpje niet gezien? Nou, de mensen die geïnteresseerd zijn, zoeken ze op YouTube. Dat was echt... Ja, zo'n 1984 tafereeltje, weet je. Zo'n
zo'n machine door de straten rijdt met een megafoon erop die mensen oproept tot zich gedragen. Ja. 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 Dus ja, wat er echt achter zit, dat weet ik niet. Maar met gezondheid heeft het weer weinig te maken in ieder geval. Het dus, heeft met het aanzien van Abu Talib te maken. Die krijgt het op zijn bord dat er zoveel winkelend publiek is. En dat wil hij niet. Dus neemt hij een maatregel, ook al is het compleet zinloos. Maar dan lijkt het alsof hij wel doet. Ja. Ja, je moet als de burgemeester altijd daadkracht tonen. En nou, achteraf dan zeg je, ja, het is niet gelukt. Want het winkelend publiek heeft zich niet aan de maatregel gehouden. Ja, dat had je van tevoren kunnen weten. Maar hij doet dan net alsof je dat niet had kunnen weten. Ja. En wat hij ook doet is, hij heeft nu weer een beetje afgezwakt. Maar dat is ook een trucje. Hè? Je doet eerst, want je kan zeggen van... want volgens mij is het nu tot 6 uur mag je nog naar binnen. En dan 7 uur moet je eruit zijn. Ik noem maar even de tijd. Het is dus het halen soort troepballonnetje. Ja. Maar ze hebben nu een beetje afgezwakt. Maar wat je eerst doet is, je doet eerst een veel strenger voorstel. En dan zeggen mensen, dat kan je niet maken, En dan doe je, zeg, dan doen we dit toch? Ja, en dan zijn mensen blij dat je de maatregelen hebt afgezwakt. Terwijl als jij had gezegd van, jongens, we gaan tot, jullie kunnen maar tot 7 uur boodschappen doen. Dan was iedereen van, potverdorie, dat kan je niet maken. Dan zeg je eerst van, het was tot, dan doen we tot 8 uur. Dan doen we 7 uur. Dan lijk je de gulle gever, inderdaad. Ja. Ja, goed. Ik weet ook niet wat hij mee wil bestrijden. Want inderdaad... Nee, hij wil gewoon zijn eigen gezicht redden. Ja, maar je creëert eigenlijk gewoon een bottleneck. Ik had het toen ook een keer met zo'n winkelier hier erover. Van toen mocht geloof ik de winkels nog maar tot 8 uur open 's avonds. Niet meer tot 9 uur. En toen zei hij, ik heb altijd dezelfde mensen 's avonds. En nu heb ik hier dus, er zijn ongeveer 100 man en die komen nu in 2 uur in plaats van 3 uur. Weet je wel? Mm-hmm. Dus dan wordt het eigenlijk alleen maar voor in mijn zaak. Nou ja, maar je zou wel kunnen zeggen van dat is voor die winkelier alleen maar voordelig, want dan hoeft hij zijn personeel een uur minder uit te betalen. Dat ook weer niet. Want hij heeft zoiets van, dan is hij bang dat de winkel te vol is en dan komen van die boa's langs. Die gaan allemaal... Ja, dat is nu zo. Maar voor de toekomst zou dat dan dus kunnen betekenen dat als hij tot 8 uur open blijft... Ja, dan zou iedereen dat moeten doen, want anders gaan ze naar andere winkels na 8 uur. Ja. Oké. Ja, maar het is nog niet voorbij met de coronamaatregelen. We hebben hier nog een paar. Nee, natuurlijk niet. Nee, het houdt niet op, niet vanzelf. Hier hebben we nog eentje. Oh, jezus, grapperhuis weer. Ik zit hier momenteel in een weekend lockdown. Om 5 uur zijn al het winkels dicht en die blijven dicht tot en met maandag. Oké. Oh. Ja, op zaterdag waren hier altijd al de winkels om 5 uur dicht, zo ongeveer, behalve bepaalde uitzonderingen. Maar dus hele vrijdag is het dicht. Ja. Vrijdag? Of hele zaterdag. Ja, het is vrijdag vandaag en morgen en zondag is alles dicht. Oké. Op zondag is corona actiever of zo? Ik weet het niet, Johan. Maar 2 dagen pauze, dat helpt ook niet. Want dan zou je 2 weken pauze moeten houden, toch volgens de verhalen. Dus dan neem je 2 weken in quarantaine. Ja. Ja, en nu ook. Corona heeft gaat een hele zware klap krijgen. Want dan, weet je wel, zo'n coronadeeltje, dat dwaalt dan rond en zo. En dan in één keer ziet hij, potverdorie, minder parkeerplaatsen. Dan ga ik maar uitsterven. Ja, minister, die gooit weer een nieuwe... Nieuw wapen in de strijd. Minder parkeerplaatsen om virus te beteugelen. Dat moet je me even uitleggen, hoor. maar dat is toch niet zo lastig. De redenering is, volgens hun, dat er dan minder mensen naar de stad komen. Want je kunt niet parkeren, dus dat is ongemakkelijk. Dus kom je maar niet. Dan kom je met z'n allen met het openbaar vervoer, dus. Ja, want daar zitten toch al te weinig mensen in. Weet je, er was zo'n klachten. Ja, dat zou ook nog kunnen, inderdaad. Ja. Over volle bussen. Ja, of ze komen lopend of op de fiets. Of ze gaan met veel meer mensen in 1 auto. Ja. Wat dan het probleem eigenlijk alleen maar verergert. Ja, zou het niet kunnen zijn dat bol.com dit wetsvoorstel mogelijk heeft gemaakt? Of? Ja, hoe was het nou toch ook weer? We hebben ooit wel eens zo'n hele lijst gemaakt. Met bedrijven die er voordeel bij zouden kunnen hebben dat er corona was. Ja, ja, ja. Waaronder Netflix bijvoorbeeld. Omdat mensen dan veel meer thuis gaan zitten om Netflix te kijken en zo, dat soort dingen. Het verdenken van bol.com valt een beetje voor mij in die categorie. Ja.
Er zijn natuurlijk ook gewoon winnaars, hè? Bol.com is er zeker één van. Ja, Zoom is er één van, ja. Ook stukken beter. Maar wie had voor de coronacrisis überhaupt ooit van Zoom gehoord? Ja. Maar ik had er wel eens mee gewerkt. Ja. Ja. Oh, maar wat ik nu ook zie, dat vind ik wel interessant, is even een beetje off topic. Maar die burgemeesters zijn verdeeld over die aanpak van Fred Grapperhaus, hè? Ja? Waaronder burgemeester Sybrand Buma van Leeuwarden. Okay. Oftewel, de oude leider van het CDA is inmiddels burgemeester in Leeuwarden. Klopt. Ja, daarom is ook... Hij zegt juist dat het Noorden wel met het huidige landelijke pakket uit de voeten kan. Oké. Ja. Kijk hoor, je hebt verder niks meer over te zeggen. Nee, ik heb niks meer over vet te zeggen. Verzwijg ik liever. Ja. Dan hebben we er nog eentje. Kijk hoor. Ik vind het nog steeds een raar iets. Ik zit nog steeds een beetje af te vragen wat er gaat er tijdens een vergadering mis, dat ze dan steeds met dit soort plannen komen. Heeft dan niemand als ze over dit voorstel aan het bomen zijn, dat er eentje bij zit van, ja maar jongens, daar krijgen we toch overvolle bussen? Jij bedoelt in de Tweede Kamer? Ja. Jawel. Als je, hoort die vent nou weer, Wieberen van Haga, die zegt al dat soort dingen wel. Oké. Okay. Bij FVD zeggen ze dat soort dingetje ook wel. Ja, maar dat zijn juist de partijen waar niemand naar wil luisteren. Omdat dat fout is. Die zijn al zwaar in de minderheid. Ja. Maar het is ook zo, dat hebben we wel eerder over gehad. Je moet dus bedenken wat voor motivatie mensen hebben die in de Tweede Kamer willen komen te zitten. Ja. Die hebben de motivatie dat ze andere mensen willen vertellen wat ze moeten doen. Ja. Nou, dit is nu typisch zo'n moment waarop je je kans gewoon kunt zien om andere mensen te gaan vertellen wat ze moeten doen. Ja. En hoe meer, hoe beter. Weet je, er zijn best wel machtsgeile mensen die daar zitten. Dus, en is dat heel triest. Dus gewoon echt machtsgeilheid is de motivator. Voornamelijk wel. Ja. Weet je, en dan kun je natuurlijk dat verbergen achter allerlei hobby's die je persoonlijk hebt. Weet je, dat je denkt, nou, ik vind onderwijs heel belangrijk. Dat is D66, et cetera, et cetera. En allerlei partijen die hebben een hobby. Maar dat betekent niet dat je begaan bent met de mensen in het land. Je kunt wel het idee hebben dat je dat mee begaan bent, maar dan eerder vanuit een soort projectie van je eigen beeld van hoe de samenleving in elkaar hoort te zitten. Ja. Er wordt niet aan mensen gevraagd of ze dit leuk vinden. Ja. Sterker nog, heel veel mensen geven aan dat ze het niet leuk vinden en toch wordt het doorgeduwd. Ja, dan is het van ze moeten niet zeuren of zo. Ja, jongens, maar wij zijn niet de boeman, het virus is de boeman. Weet je, de Rutte-houding. Ja. En ondanks allerlei mensen die best verstand van hebben. Ja. Wat zijn de wappies? De wappies, ja. Ja, de mensen die zich niet aan de maatregelen houden, die hebben deze problemen veroorzaakt. Die zorgen ervoor dat zij met z'n allen nog langer de maatregelen moeten aanhouden. Ja. Ik vind het wel een leuke naam voor een band, de wappies. We een band beginnen. Jij kan een instrument spelen. Ja hoor. Hey, maar heb je niet, had je niet ooit ook zo'n bandje van de Wuppies van de, van de Albert Heijn? Ja. Nee, goed. Ja, misschien kan ik ze wel even nadoen. Dan kan ik hem eindelijk een keertje gebruiken. Ja, dan gaan we door. Wij zijn de Wappies. Wij zijn de Wappies. Oh nee, wij zijn de Wappies. Wij zijn de Wappies. Ja, goed. Hoppa. Goed. Voor de vrolijke noot. Voor de vrolijke noot. Jongens, ik heb mijn corona. Even kijken hoor, waar waren we ook alweer? Godsamme. Bij de joffers. Bij de joffers. De joffers. De joffers. Even kijken hoor. Nou, ben ik helemaal van me apropos. De joffers moeten 2 weken dicht. Ja, ik heb hem, de joffers. Nadat klanten schuilden onder de parasol. Ja, dat is het volgende bericht. Ja. En waarom was dat nou? Dit was een eettent en die hield zich keurig aan de coronaregels en die waren dus gesloten. Mensen mochten alleen afhalen. En op een dag kwamen mensen het afhalen en toen regende het.
En toen hebben ze onder de parasol opgegeten. En op basis van die constatering zijn ze nu gesloten. Mm. Voor 2 weken. Ja. Want ze hebben dus toch mensen bediend. Was de dingen, ondanks dat het ging om afhalen, hadden de mensen toch genuttigd op hun plaats. En dus zijn ze nu op last van de burgemeester 2 weken gesloten. En trouwens, degene die onder die parasol stond als notabene ook nog een gehandicapte. Toen even bij wat een feest, hè? Ja, die zou anders smelten in de regen. Dat was de handicap. Ja. Maar, dit is gewoon een beetje treiterbestuur, toch? Ja, de boers in Amsterdam zijn er wel een beetje bekend om. Ja, die vinden het gewoon leuk om ondernemertjes te pesten, weet je wel. Maar boa's is ook wel het laagste van het laagste, hoor. Ja. Ik ben er ooit eens een keer voor gevraagd toen ik ooit nog eens een keer achter de telefoon zat bij het ministerie van Landbouw. Ja. Je hebt toch op een gegeven moment een uitzendbaantje nodig. Daar ben ik heel snel op afgehaakt. Dan ben je echt gewoon mensen erbij aan het naaien, hoor. Dus toen voel je echt een soort NSB'er. Dat je echt op al die kleine regeltjes moet gaan letten. En dan denk ik, maar je houdt je niet aan het regeltje. Ik slinger je op de bon, weet je wel. Even totaal buiten de context van de situatie om. Helemaal niet in gesprek gaan met mensen. Gewoon regeltje hanteren en noteren die handel. En er staat ook dat de buurtbewoners het niet eens zijn met de beslissing. Mm. De horeca heeft het toch al zo zwaar. Waarom moeten deze mensen het krijgen of op deze manier verwerken? En een woordvoerder van de gemeente zegt dat er al eerder dat deze mensen al eerder zijn aangesproken op het niet handhaven van de regels. En ze verdedigt de handhavers nog even die altijd in alle redelijkheid optreden. En dat was volgens de woordvoerder ook hier het geval. Ja, je mag je in dit geval gezegend voelen als je gewoon ergens op het platteland zit. Als je dit bijvoorbeeld in Wolvenga doet. In Wolvenga in Friesland, klein plekje. In Wolvenga heb je geen politie. Die politie zit in Heerenveen, 15 kilometer verderop. Dus als er wat gebeurt in Wolvenga, dan lossen mensen dat zelf op. Er wordt dus niet gehandhaafd op dit soort onzinregeltjes. En daar zijn de besmettingen ook heel erg laag. Wonden boven wonden. Ja, maar besmettingen nog steeds, Rick. Nee, sorry. Ik ga mezelf corrigeren. Het aantal positieve PCR-testen. Ja, precies. Ik heb inmiddels ook het hele proces gevolgd van viruswaarheid. Dus dat was een interessante. Ah, okay. Ja, dat is uitspraak deze week, dacht ik. Hè? 9 december. 9. Ik zag ook nog een filmpje van Blackbox met twee van die wetenschappers. En die hadden ook dat hele die paper van die... Van die, waarop de PCR-test gebaseerd is gekraakt. Heb ik ook gezien. Ja. Ook gezien. Maar het is maar nog maar de vraag. Zelfs die mevrouw Mayon, hè, de virologe, ik weet niet meer wat haar achternaam alweer was. Maar het is gewoon, ja, Koopmans, ja. Die heeft in een radio-interview bij Radio 1 gezegd dat je met een PCR-test alleen RNA test. Dat wil dus helemaal niet zeggen dat het virus nog in leven is. Er is RNA dat lijkt op dat van het virus. Ja, maar dat gaat dus nog voorbij. Dat is inderdaad ook al heel erg schokkerend. Maar dat gaat er nog aan voorbij dat die tests zoveel cycli hebben inmiddels. Want sinds september is dat omhoog geflikkerd. Van 30 naar 35. Boven de 30. Ja. Dat het eigenlijk volgens een heleboel wetenschappers... alle testresultaten zijn dus onbruikbaar. Omdat ze zo vaak herhaald zijn dat het... Ja, onbruikbare resultaten zijn geworden. Want je bent het dan zo ver aan het opblazen dat het te ver ingezoomd en dan heeft het geen waarde meer. Nee, dat kan dus ja, maar één zo'n RNA-deeltje zijn dat je dan helemaal hebt vermenigvuldigd, zullen we maar zeggen. En dan lijkt het net alsof er een gigantisch probleem is, terwijl die persoon waarschijnlijk al lang weer hersteld is. Ja, plus dat dus de protocollen van het uitvoeren van die test ook vaak helemaal fout zijn. Dus als jij in een teststraat buiten dat stokje in je neus gedouwd krijgt, ja, wie weet wat voor virusdeeltjes dat er in die teststraat allemaal rondzweven, weet je wel? Ja, dus... van al die mensen die zich daar laten testen bijvoorbeeld. Ja, dus dat is ook nog een hele grote onzekerheid die erin zit. En het is een filmpje wat ik iedereen aanraad om eens een keer te lezen, te bekijken. Hoe heet het filmpje?
Ja, Black Box TV, moet je maar even op YouTube, is het Black Box TV. Ja. En ja, het is de PCF-fraude continues. Ja, er was ook nog, kwam ook nog bij dat degene die eerste paper dan, tenminste, de paper waarop waar de huidige PCR-testen op gebaseerd is, was geschreven door een aantal mensen. En er zat ook iemand bij, die had dan een bedrijfje wat al PCR-kits op de markt bracht voor coronatesten. En die heeft ook nog eens aan meegeschreven. En dat is even in 48 uur bij elkaar, in elkaar geflanst. Wij van WC Eend, hè? Ja, als je zit met WC Eend, ja. Ik ga er even, dit wordt nou zulke zware kost, ik ga er even een biertje bij maken. Okay, ik ben over een minuut ben ik terug. Misschien moet ik dan ook maar even een fles wijn overtrekken. Even kijken hoor. We hadden trouwens nog meer berichten. Hier in Duitsland. We gaan ook even kijken hoe het in Duitsland er aan toe gaat. Mondkapje in de auto kan boete opleveren. Ja, Albert, even voordat we nu dat hele bericht gaan behandelen, waarom dit ook relevant is. Je mag dus als Nederlander de grens over met Duitsland. Ja. Zolang je binnen 24 uur weer terugkomt. Ja, ja. En ook bepaalde quarantainemaatregelen als je langer gaat. Maar als je binnen 24 uur weer terug naar Nederland gaat, je overnacht daar niet. Dan mag je dus gewoon Duitsland in. Ja. Dus vandaar dat dit ook wel handig is. Als je daar met een mondkapje op gaat rijden. In Duitsland is het zo dat je gezicht herkenbaar moet zijn als jij op de foto gezet wordt. Stel je rijdt te hard of zo. Ja, of je gaat een andere overtreding. Dan mag je dus niet, dat speelt met name bij zelfgemaakte mondkapjes, dat bedekt dan te veel van je gezicht, zo, waardoor het niet goed herkenbaar meer is. En dat is in Duitsland strafbaar. Ja. Ja, dan zit je met een probleem. Mondkapje op in de auto als je met meerdere mensen zit die niet van één gezin zijn. En dat is de regel in Nederland, geloof ik. Ja. Dus voor degene die afvraagt van waarom doe je überhaupt een mondkapje op? Ja, hierom. Ja, dus stel je bent echt een regelvolger. En dan denk ik niet dat veel van onze luisteraars dat zullen zijn. Ja. Maar je doet een mondkapje op in de auto. Als je met z'n vieren erin zit of zo. Op het moment dat jij de grens met Duitsland overrijdt. Dan moet je dus zeker weten dat het een mondkapje is. Eigenlijk moet ik zeggen mond-neusmasker. Dat je niet zelf gemaakt hebt. Dus dat het zeg maar een officieel goedgekeurde is. Met zo'n klemmetje erop bijvoorbeeld. Dat ze nog een beetje de vorm van je gezicht kunnen zien. Mm-hmm. Mijn god jongens, wat je allemaal niet doet om aan de wet te voldoen. Hè? Ja, ja, ja. Maar die boete die kan niemand gebruiken. Even leuk om misschien te melden. Er zijn ook manieren om eronder uit te komen. Misschien had ik even dat bericht even moeten plaatsen. Maar je kan even kijken op Rijksoverheid mondkapje, even googlen. Dan kom je kom je vanzelf op de juiste plek terecht, denk ik. Want je kan een medische verklaring halen om dat je geen hoeft te dragen. Mm-hmm. Dus die zijn ook overal te downloaden en die kun je dan zelf uitprinten ook. Dus je hoeft niet eens naar rijksoverheid.nl te gaan daarvoor. Nee, maar het moet wel ondertekend zijn door je arts, toch? Ik weet het. Nee. Je hoeft de arts daarvoor niet te bellen. Want ze wilden de huisartsen niet overbelasten. Want... Ja, maar dit is toch gewoon een vrijbrief voor iedereen om zo'n verklaring te doen. Ja, ik heb trouwens ook zo'n pasje, hoor. Ik heb hem gewoon van iemand gekregen. Ik heb hem trouwens niet gebruikt, hoor. Want ik denk van weet je wel, die boa's, die hebben vaak ook wel een IQ van een orang-outang. Dus die gooien me dan alsnog op de bon, weet je wel. Dus ja. Ja, ik weet het allemaal niet zo. Weet je. Ik vind best dat als een bedrijf het uit zichzelf bedenkt, bijvoorbeeld een supermarkt of zo, en die wil mij weigeren als ik geen mondkapje op doe, dat is hun goed recht. Maar dat is niet omdat ze het zelf willen, zeer waarschijnlijk, maar omdat ze dat is opgelegd. Dus daar zit hem dan het probleem. Ja, ik zag ze ook bij de supermarkt. Mannen, proost. Ja, proost. Ik doe het gewoon met mijn leeg... Ik heb er eentje in de reclame. Ik heb er eentje in de reclame. 40 cent. Oké. Lekker man. Corona? Nee, geen corona. Leeuwenbier. Oh, het is geen Servisch bier. Of wel? Nee, dit is volgens mij geen Servisch. Ja, het is... Misschien wel, ja. Het staat wel, het is in ieder geval een Servisch bedrijf. Nee, het is Carlsberg. Carlsberg is de... Oké. Ja, goed. Even kijken, we gaan even naar het volgende berichtje toe. Even kijken, anders ga ik trouwens ook even wat drinken halen.
Ja, dit is een beetje een oud, oud berichtje eigenlijk. En die had ik even weer erbij gehaald. Ja. Want de vraag is natuurlijk, de grote vraag is waarom al die mondkapjesplicht? Terwijl, nou ja, het zijn genoeg soundbites van Jaap van Dissel. Die zegt van, dit helpt helemaal niet. En Hugo de Jonge. Ja, en Mark Rutte. Ja, ja. Nou, hier staat, het gaat ook niet om onze gezondheid. Het gaat om, even kijken hoor. Gedragsbeïnvloeding. Ja, daar is dan. Ja, ja, ja. Gedragsbeïnvloeding. Ja, dat mensen doorhebben van, oh ja, dit is een serieuze situatie en we moeten de rekening met elkaar houden wat dat betreft. Maar dat is de Mark Rutte natuurlijk later op teruggekomen. Dat hij heeft gezegd van ja, ja, natuurlijk, ja, we hebben dat eerder gezegd, maar alle kleine beetjes helpen. En dat daar moet de grondwet voor gewijzigd worden. En jawel, want dit staat in de grondwet, toch? Nou, dat we een mondmasker op moeten hebben. Ja, nee. Nee, dat staat in een noodwet. Oh, noodwet, ja, oké. Okay. Het kan ook bijna niet dat het in een grondwet komt. Voor grondwetswijziging heb je 2/3 meerderheid nodig. Ja, ik weet ook niet meer hoe het nou precies zat. Oh, spoedwet was het, hè? Oké, okay, ja. Een spoedwet, ja. Ja, maar het kan wel zijn dat het gewoon een soort permanente wetgeving wordt in situaties zoals deze. Ja. Het schijnt dat we de komende jaren nogal meer van dit soort infectieziekten gaan krijgen, als ik de voorspellingen mocht geloven. We zijn toch altijd al geweest? Het is toch niet dat het al... We zijn er altijd al geweest, maar je kunt dus verwachten dat de reactie op nieuwe infectieziekten, zeker als die pandemisch zijn, dat die ongeveer hetzelfde zal zijn als deze. Mm-hmm. Dus die ellende is nog lang niet afgelopen. Ja. Ja. Nou ja, dan blijven we ons dus maar gewoon herhalen. En gewoon zeggen van, aan de mondkapjes ligt het in ieder geval niet of je ze nou opdoet of niet. Het is alleen wat voor je, hoe zeg je het goed, voor je, hoe je de realiteit ervaart. Daar doet het wat mee. Het beïnvloedt je gedrag, maar verder doet het voor je gezondheid vrij weinig. Ja, nou, sterker nog, er zijn zelfs wel artsen die hebben ook de nadelen van mondkapjes al duidelijk belicht. Dus bijvoorbeeld dat je veel te veel CO2 binnenkrijgt, wat uiteindelijk leidt tot hersenschade. Ja. Want je ademt je eigen CO2 uit. En nou, we hebben het eerder al eens een keer met Peter in de uitzending gehad over hoeveel parts per million een mens nu eigenlijk uitademt aan CO2. Dat is 60.000. Normaal in de lucht aanwezig is 300. Dus je ademt 20 keer zoveel CO2 in als je in een normale gezonde buitenlucht binnen zou krijgen. Nou, vooral die mensen die niet houden van CO2, moet dit toch wel een soort van heel, heel duidelijk signaal zijn dat het met mondkapjes niet goed zit. Hè? Nee. Krijg je straks dat dilemma weer. Het interessante vind ik altijd dat dat soort mensen dan zeggen, ja, maar kom dan eens met wetenschappelijk bewijs. Maar dat is juist het hele punt. Er is juist helemaal geen wetenschappelijk bewijs dat het werkt. En dus ja, ik kom nou eerst mee eens met bewijs dat het wel werkt. En dan wil ik gerust al de bewijs dat het niet werkt. Ja, en er zijn ook heel veel van die, hoe noem je dat nou, een soort van flow tests gedaan met verschillende mondkapjes. Hè? En dan met bijvoorbeeld rook die ze uitademen en dan met licht wat erop geprojecteerd. Dat je precies kunt zien hoe die rookwalmen verlopen. Nou, bij zelfgemaakte kapjes is gewoon zo'n walm, die komt er gewoon ruiterlijk doorheen, want dat filtert helemaal niks. Bij die geprefabde niet-medische mondkapjes, dan gaat het zo over je hoofd heen. Dus als je achter iemand staat die zo'n kapje op heeft, dan heb je een probleem. Als je al gelooft dat corona bijzonder schadelijk is. En van heel veel van die mondkapjes, of het komt er aan de zijkant uit, weet je wel. Maar veel van die mondkapjes komt het er gewoon doorheen. Die geven een beetje een ander beeld. Dus het enige wat het voorkomt, is dat je iemand recht in zijn gezicht hoest, maar het voorkomt niet de verspreiding van die deeltjes. Ja. Oké. Okay. Volgende, Johan. Ja, alsjeblieft de volgende. Kijk, een mondkapje allemaal. Ja, ik zal hier, waar is mijn mondkapje hier zo? Oh, hierin. Ja, pak hem er even bij. Ik zal hem maar eventjes provocerend voor de camera houden.
te bestellen voor i-guldens bij mij. Maak ik handgemaakt ambachtelijke mondkapjes. Met lage arbeidskosten uit Servië. Ja. hoeveel i-gulden is die? Nou, doen we een leuk bod. Granny? Doen we een leuk bod. Oh, gewoon wat gekker voor wil geven, zeg maar. Laten we beginnen op 100 i-gulden. Ja, maar je moet natuurlijk ook met de post sturen, hè, dus dat moet je ook nog mee rekenen. Nou, dat is hier heel goedkoop, joh. Oké. Okay. Ja, nee. Het is goedkoper om vanuit hier naar Nederland te posten dan vanuit jou naar je buurman. Oké, en moet je nog bij de douane nog wat betalen of zo? Nou, ik denk dat deze mondkapjes wel vrij van BTW verstuurd kunnen worden. Oké. Okay. Ja. Goed, ja, nou ja, bied het aan, mensen. Dus maak nog maar even reclame. Waar kunnen ze jou bereiken als ze zo'n mondkapje willen hebben? Oeh, ja, op Twitch heb ik een kanaal, Honkeler Hangout, waar een heleboel linkjes naar allerlei kanalen zijn waar je met mij in gesprek kan komen. Onder andere Telegram, onder andere Facebook. Kun je niet ook, ja, ik snap natuurlijk de zakelijke insteek, maar kun je niet ook een do-it-yourself video maken voor dit mondkapje? Oh, dat is misschien wel een goede, ja. Dat is wel een goed idee. Dat is wel een leuk ding. Wat ik als ja, ik hou wel van zelfbouw. En ik denk, nou, bij iedere bouwmarkt kun je dit kippengaas natuurlijk krijgen. Dan moet je natuurlijk wel eventjes nog dat het een beetje veilig zit. Ja, maar dat is medisch kippengaas. Zitten. Oh, verdomd, jongens. Voor mondkapjes, dus. Ja, dan daarom is het ook zo duur. Natuurlijk. Ja, daarom is het ook zo duur. Nou, maar dan had ik serieus op mijn werk dus. Hè. Exact hetzelfde mondkapje, zei een collega van mij. Ja, het ziet er wel exact hetzelfde uit. Maar op dit doosje staat dat medisch mondkapje is. En dat doosje wat jij hebt staat niet medisch. Dus je moet deze hebben. En toen dacht ik echt, ja, dat kan technisch gesproken wel. Maar hij lijkt me toch best wel onwaarschijnlijk. Weet je wel? Okay. Ja. Dus je moet eigenlijk alleen, ja, het is alleen pas een medisch mondkapje als er op de doos staat dat het een medisch mondkapje is. Ja, nou ja, en dan denk ik ook nog dat er een soort certificeringstraject achter zit. Net zoals bij of je je product ecologisch mag noemen of niet. Onafhankelijk van of het nu milieuvriendelijk is of niet. Zonder kunstmest en bestrijdingsmiddelen. Je moet een keuringsinstantie laten langskomen. Om jouw mondkapje dan te laten testen. En dan kunnen ze zeggen, ja, maar dit is inderdaad een medisch mondkapje. En als je het niet hebt laten testen. Hè? Volgens mij... Is elk mondkapje wat in de medische zorg gebruikt wordt, is een medisch mondkapje. Hè? Dat is dan weer zo, hoe ik het zie. Ja. Ja, dat is ook... Nou, die kapjes die je bij de Albert Heijn kunt krijgen en bij de Kruidvat inmiddels ook. Hè? Dat soort van rechthoekig, blauw met wit. Met van elastiekjes om je oren. Die dingen die worden al jarenlang door chirurgen gebruikt en door tandartsen bijvoorbeeld. Ja, dat zou ik best medisch willen noemen. Maar dat wordt toch verkocht als niet medisch mondkapje. En ik denk dat de reden daarvoor is dat het in Nederland verboden is voor het algemene publiek om medische mondkapjes te dragen. Dat ze het daarom niet zo. Ja, klopt. Kan je ook een boete krijgen. En er was een bedrijf, die had ook die medische mondkapjes met die filters nagemaakt. En die mag ze dus niet verkopen. Hij mag ze ook niet verkopen aan een ziekenhuis. Want dan moet je een speciale contract hebben met het ziekenhuis. En dat had hij niet. Ja. Dus hier zit een heel soort crony systeem achter, weet je wel. Ja. Ja, maar dit is wel, nu we erover praten, dan wordt mij ineens een en ander duidelijk. Weet je, waarom het klonk namelijk als een complete nonsenstheorie. Dat het exact hetzelfde mondkapje van het ene bedrijf wel medisch heette, van het andere niet. Maar als je uitgaat van zo'n certificeringstraject... Wat bij heel veel producten het geval is. Hè? Ook bij bepaalde medicatie bijvoorbeeld. Die dan wel onder de basisverzekering valt. En andere dan weer niet. Dat heeft ook allemaal te maken met een soort keuringstraject vooraf. En protocollen die eraan zijn de grondslag liggen. Eigenlijk helemaal niks met het product zelf. Maar meer met wat de overheid ervan vindt. Ja. Ja, en ook als je een restaurant bent. Om even een bruggetje te maken. Voor bovendanen schelden er andere regels dan voor onderdanen. Ja. Ja, jongens, dit is gewoon Animal Farm in tent, toch? Ja. Some animals are more equal than others. Je ziet daar je ziet die man van GroenLinks-politica Lisa Westerveld.
En die man van de... ja, hoe heet hij nou? Van de SP. Oh ja, Peter Quint, ja. Ik vond hem altijd wel cool. Weet je, had ik zo'n metal shirt aan achter dat katheder toen die stond te oreren in de Tweede Kamer. Maar die zitten daar met z'n tweeën dus in het restaurant van de Tweede Kamer samen binnen te eten. Ook nog eens zonder mondkapje natuurlijk. Maar goed, ze zitten, dus dat mag dan. Ik maar zie ook geen gel op tafel. Nee. Nee, dit is gewoon... dit is gewoon uitdagen, zou ik zeggen. Ja. Die mensen hebben zelf niet in de gaten hoe krom het is wat ze doen. Volgens mij is die foto gewoon gemaakt om aan te tonen van hoe krom het is. Ja, maar is het niet zo... ik weet niet. Is het niet gewoon een hele oude foto? Nee. Het is recent gemaakt. Volgens mij, ja, ik heb het bericht zelf niet eens gelezen. Maar ik had vernomen dat ze dat juist gedaan hadden om het aan het licht te stellen. Hoor. Maar ik kan het mis hebben. Maar zullen we even kijken wat er allemaal staat? Ik heb wel een leuk kopje. In lijn met de regels staat er. Ja. In lijn met de regels? Helemaal niet in lijn met de regels. Ja, maar dit is dan gewoon een bedrijfsrestaurant, hè? Dus die mogen... Ja, maar bedrijfskantines mag dan wel? Ja, want waar ik werk, die is ook gewoon open. Wat is nu het verschil tussen een bedrijfskantine en een restaurant? Restaurant heb je een kok en een bedrijfsrestaurant is cateringpersoneel. Het is gewoon iets in een oven flikkeren en even opwarmen en dan in een bank flikkeren. Jij werkt toch in de banqueting? Catering. En dus, ja, hoeveel catering is er dan op dit moment? Allemaal open? Omdat iedereen, tenminste heel veel mensen werken, doen nu aan thuiswerken. Daarom zijn nou heel veel cateringlocaties zijn gesloten. Heel veel van... Maar die mogen dus in theorie wel open zijn? Ja, in theorie mogen ze wel open zijn, ja. Maar dan moeten ze wel voldoen aan een aantal regels. Maar ja, omdat er heel weinig mensen nog op een kantoor komen... Om een voorbeeldje te noemen. Oude locatie waar ik vroeger werkte, daar kwamen normaal 3000 man eten. En er was 45 man personeel daar, allemaal koks en zo. En die is dan door de coronaregels mocht er eerst nog maar 50 man in het restaurant komen. Toen hebben ze een beetje zodanig gereorganiseerd dat er dan toch nog 100 man kunnen komen eten. Maar ja, nu is het helemaal dicht omdat het bedrijf zelf besloten heeft om maar iedereen thuis te laten werken. Nou, de Vega-burger bij de Tweede Kamer die is in ieder geval gewoon te krijgen, dus... Ja. Mocht je vega-burger-fanaat zijn... Dit nodigt dus uit om bij de Tweede Kamer te gaan werken. Ja. Ik ben wel benieuwd hoeveel die vega-burger kost. Want dat vraag ik me dan. Als je bij restaurant van de Tweede Kamer eet... Ja. Dan betaal je toch wel €20 denk ik voor je vega-burger. Ja, die zijn vaak belachelijk duur. Maar ik denk dat dit gesubsidieerde vega-burger is. Ja. Maar dan is het nog meer. Ze hebben een ledenpasje, zullen we zeggen. Ja, precies. Dus dan gaat hij voor €55 in de boeken, maar dan hoeven ze maar €5 af te rekenen. Ja, precies. Dus stel dat er bezoekers zijn, hè, die moeten gewoon betalen. En dan stel je dat Peter Quint voor een bezoeker wordt aangezien, dan kan hij zijn pasje laten zien. En dan zegt, ja, maar ik ben geen plebs. Hier is mijn ledenpas. Ja. Ja. Peter Quint. Hè? Ja. Feest. Nee, maar ja, kijk, ik heb van de weekend ook nog even gewoon gezellig gegeten in een restaurant. Maar dan zat er wel een hotelkamertje bij. Dus, ja, dat mag dan weer wel, hè? Ja. Dat is zo apart. En we hadden toevallig nog wat van die hotelbonnen over. Maar het was wel grappig. Ik zou je vertellen dat we zaten dan in dat hotel. En viel me op dat het personeel was allemaal overduidelijk van de herenliefde, zeg maar. Dat van de kilometer afstand kon je dat al herkennen. En die huppelde ook letterlijk naar me toe van... Hallo, mag ik jullie een wijntje geven? Nou, het was een man. En toen zat ik zo om me heen te kijken. Ik zag allemaal homostelletjes daar. Weet je wel, heel duidelijk van... heel verwijfd praten en zo. Dat al die andere tafeltjes waren allemaal... Ik denk van, waar zijn we in godsnaam een land, joh? We zijn volgens mij het enige hetero-stel hier. En we hadden afgerekend. 8 uur, dan mocht je geen drank meer schenken. Maar ik hoorde al wat gefluister van personeel. Dat zei aan iemand instructies van wat ze moesten doen. Als er dan toch politie zou komen.
Weet je wel, dan, ja. Met andere woorden, volgens mij wordt er na 8 uur gewoon, hier gaat het hele dak eraf en dan gaan ze gewoon met z'n allen feesten daar. Ja, maar dit doet mij toch wel, de stemmen toch wel hoopvol. Van heel de Nederlandse bevolking is 10% is homo. Ja. En die houden wel van een feestje. En als die nu echt zo'n soort van libertarische inslag hebben, nou, dan staat de LP een gouden toekomst te wachten. Ja, ik weet niet, kijk, het is... Ik ken aardig wat homo's en er was er ook eentje die hij zei van, het was een oudere man en hij had nog de periode meegemaakt dat het echt verboden was. Hè. Hij was een Brit. Hij had echt meegemaakt dat het verboden was in Engeland en dat er mensen ook in de bak kwamen omdat ze homoseksueel waren en zo. En hij zei, ja, toen was het wel spannender, weet je wel, en dat gaf een kick. Dus, dit is wel een mooie. Dit sluit naadloos aan bij het volgende bericht. Ja, want er is er eentje gepast. Dat is geniaal. Ik weet niet of het in Hongarije inmiddels legaal is of niet. En hoe daartegen wordt aangekeken. Ja, Orbán... Het saillante is dat deze man ervoor gezorgd heeft dat het dus niet legaal is. Ja, ja, ja. Maar dan is het spannender, hè? Even voor de kijkers/luisteraars. We hebben het over Joost... Als ik het een beetje goed uitspreek, ik doe mijn best. Ja. Josef Jazer, zoiets. Ja. Jazer, zoiets. Oké, maar in ieder geval, hij zit in het Europees Parlement. Indrukwekkende baard. Ja, Hongaarse politicus. Ja, je zou bijna denken dat hij fundamentalistisch islamiet is. Maar dat is waarschijnlijk niet zo. Nee, hij komt eens, dat was de vierde bandlid van ZZ Top. Ja, precies, ja. Oké, maar even, hij is Hongaarse Europarlementariër en die samen met andere diplomaten afgelopen weekend aangehouden op een seksfeest in een Brusselse homobar. En hij probeerde te ontsnappen via de dakgoot, maar het kon toch nog in de kraag worden gevat. Dat is toch prachtig. Ja. Hij is er al verontschuldigd naar, ik weet niet wie allemaal. Maar ja, goed, hij schreef eerder mee aan een omstreden huwelijkswet, waarschijnlijk die het homohuwelijk dan verbiedt. Maar goed, het is hetzelfde idee van, kijk, als mensen een buitenechtelijke affaire hebben, zo'n affaire loopt uiteindelijk spaak als ze nog gaan trouwen. Weet je wel, je hebt een vrouw en je gaat vreemd met een andere vrouw. Je scheidt van je oorspronkelijke huwelijk, dat ontbind je dan. En dan ga je met die vrouw trouwen met wie je vreemd ging. En dan loopt dat huwelijk meestal spaak. Want het was pas leuk toen het nog spannend was. En het mocht niet, weet je wel. Dus dat geeft... Wacht even, maar is het nu dus eigenlijk zo dat je denkt dat, dat deze meneer geen latente homo is, maar dat hij het eigenlijk alleen maar doet omdat hij wilde seksuele fantasieën heeft? Ja, het zou kunnen. Hoor. Ik probeer hem te begrijpen. Ja. Of andersom. Dat hij eigenlijk helemaal geen wet wil opstellen tegen het homohuwelijk. Maar dan probeert hij toch het een beetje spannend te houden, zijn beroep. Ja. Denkt, ja, eigenlijk wil ik dit helemaal niet doen, maar ik ga gewoon deze... Hij gaat zijn eigen avontuurtje creëren. Ja. Daar hou ik mijn werk spannend. Ja, kan ook. Mijn werk spannend. Ik verbied het mijzelf om homoseksuele relaties aan te gaan. Maar je had vroeger toch ook die tv-dominees en zo, die dan hele tirades hielden tegen homoseksualiteit en noem maar op. En vreemd gaan en dan... En allerlei pastoors natuurlijk, de hele katholieke kerk. I have sins, I can show my God. Ken je die nog, Jimmy Swaggart? Ja, Jimmy Baker. Ja, maar ik weet niet uit welk motief hij daar dan zo tegen was of zo. Nou, ik denk dat dan meer is in lijn met de partij, weet je wel. Ik denk dat je dan gewoon zeggen, wil jij daar zitten in Brussel, dat is prima. Maar dat is €6.000 in de maand die je krijgt, dus dan ga je wel stemmen wat wij willen. Ja. En wat je eerder zei, gewoon het gevoel van macht, hè? Kijk, hij denkt misschien van, ik kan er toch gewoon lekker mee wegkomen. Ik kan doen waar ik zin in heb. En ik word toch niet gepakt. En de plebs kan me geen hol schelen. Ik verbied homoseksualiteit, want dan krijg ik zoveel stemmen, weet je wel. Als hij een wet tekent waarbij homoseksualiteit mag en zo. Ja, dan krijgt hij misschien veel minder stemmen.
zoals ik net zei, 10% van de mensheid zo ongeveer is homo. En misschien ietsje meer of ietsje minder, daar kun je over reden twisten. Maar in ieder geval een dikke minderheid. Ja. Dat betekent dat de meerderheid geen homo is. En dus niet per definitie zich persoonlijk aangevallen voelt al. En ik denk zelfs dat er nog wel een aardig deel is dat het gewoon met hem eens is. Ja. Ze denken, ah, homo's vind ik allemaal maar eng. En die doen altijd zo opvallend en zo, daar heb ik helemaal geen zin in. Lekker gaan. Maar de ene Brit die ik net citeerde, die je oude, een oude man was het, die, hij was ooit nog groupie geweest voor Frankie Goes to Hollywood. En maar die vertelde toen ook van, je had toen die uitspraak van die ene imam, die El Mundi. Die wilde dan homo's op zijn kop van een minaret naar beneden gooien. En hij zei toen, wijzend naar een andere homoseksuele collega, die altijd heel opvallend en schreeuwerig homo was. Van, kijk maar eens, weet je wel. En die zei, ja, als ik die jongen zie, dan kan ik El Mundi heel goed begrijpen. Ja, even een citaatje, een quote. Ja. Dus ja, goed, maar ja. Ja, goed. En wat ik me nog wel afvroeg bij dit bericht is van, ja, wat als het nou een andere politicus van een andere partij was geweest, weet je wel? Van de Christendemocraat of zo. Zou dit dan ook gebeurd zijn? Zou daar ook de politie binnengevallen zijn? Ze waren even, voor de duidelijkheid, in een zogenaamde corona gangbang aan het houden. Je bedoelt in Hongarije? Nee, in Brussel. Hij is in Brussel gepakt, hè? In Brussel, ja, in Brussel. Ja. Weet ik niet. Waarom niet? Ja, kijk, die Hongarije en Orbán, dat ligt toch al niet zo lekker in... Ja, dat snap ik wel. Je denkt dat ze Hongarije erbij willen naam, omdat ze niet zo EU-minded zijn. Dat betwijfel ik een beetje. Ik denk dat het gewoon heel gezagsgetrouwe politie is geweest. Die heeft gedacht van, hey, daar vindt iets plaats wat we niet hebben afgesproken. En die vallen daar gewoon binnen, ongeacht wie er is. Zelfs al zouden het gewoon heroïneverslaafde graffiti spuiters zijn. Dat maakt ze allemaal niks uit. Kan. Volgens de omwonenden was er nogal veel herrie. Ja. Goed. Ja. Dat maakt het allemaal extra spannend, hè? Bonkende geluiden. Ja, joh. Ja, nee, het was de muziek, hoor. Ja, wij dansen graag naakt op muziek. Ja, in ieder geval de anderhalve meter werd niet geëerbiedigd. Ja. Maar nog meer voorbeelden van... Oh, wacht even, die hadden we al gehad. Oh. Even kijken hoor. We hebben hier nou even nog wat meer voorbeelden van. Even kijken. Schending van de maatregelen. Schending van de maatregelen. Door politici zelf, ja, door hè? Dit is de derde bericht op rij. Hè? We hadden eerst dat van Peter Quint en Huppel de Pupje van GroenLinks. Ja. En toen die Hongaarse politicus en nu dit. Ja, even kijken. Ja, dit is een artikeltje op Zero Hedge. Ik heb uitgebracht een paar dagen geleden. Ik heb verkeerde volgorde volgens mij. Ah, dat geeft niet. We kletsen wel vol. Zoek jij even het goede berichtje erbij. Ja, we hadden nog van die burgemeesters. Het gaat over de burgemeesters van San Jose. Oh, ja, die hebben we gevonden. Ja. Die hun eigen COVID-regels aan hun laars lappen. Dus dat is inderdaad wat Rick zegt. Hetzelfde trend als de afgelopen twee berichtjes. Ik weet niet of jullie op de hoogte zijn van dat luxe dinertje van een van de gouverneurs van Californië. Even kijken, die naam die wordt genoemd, Gavin Newsom, is op 7 november gesnapt toen hij exclusief ging dineren in een 3-sterren Michelin restaurant. En daar zijn foto's van op het internet verschenen. En één dag later deed de burgemeester van San Jose deed hetzelfde. En dat is dus weer een beetje in lijn met wat we al eerder zagen. We leggen andere mensen op dat ze iets niet mogen en vervolgens gaan we het zelf doen. Ja, weet je, het ding is ook, niets menselijks is politici natuurlijk vreemd. Hè? Want er zijn allerlei mensen die die regels aan hun laars lappen.
Maar die gaan niet zelf die regels maken, weet je. Die gaan zichzelf niet eerst vertellen dat iets niet mag en dat vervolgens dan toch doen. Dit lijkt een soort van rare twist in het hoofd van politici of zo. Dat ze compleet andere dingen doen dan wat ze zelf zeggen dat ze zouden moeten doen. Mm-hmm. Of ze vinden dat de wet niet op hun van toepassing is en dat is nog raarder. Ja. Zeg jij met een LP-logo achter je? Politicus? Nee, wacht eventjes. Ja, hè. Ja, ja. Dit gaat om mensen die vinden dat de wet gehandhaafd zou moeten worden zoals die nu is. Maak een grapje. Ja, daar is de LP. Nee, maar laten we dan even helder houden. De LP is er natuurlijk helemaal niet van. Die vindt dat de complete wet anders in elkaar zou moeten zitten. Dat die wet überhaupt niet zou moeten bestaan. Voordat mensen nog aan twijfelen. Dat is wel grappig. Ik was vandaag weer in discussie op de pagina van de LP, notabene, op Facebook. Met volgens mij een diehard socialist. Die ook al dat soort dingen aan de kaak stelde, waarvan ik denk van als jij nu gewoon de pagina van de LP had bekeken en je had de libertarische beginselen doorgenomen, je weet welke stromingen erin zitten, dan had je mij al die vragen niet hoeven stellen, weet je. Maar dat is gewoon, ja, dat zijn mensen die denken van ik ga niets lezen, ik gooi er gewoon een hoop nonsens in en dan zet ik jou te kakken, ik gooi er een paar drogredeneringen tussendoor en dan heb ik mijn punt wel weer gemaakt, weet je wel. We hebben een vriend in de Verenigde Staten, die hebben we nog wel eens in de uitzending gehad bij Stuurloos, Mark Stein. Die zegt dat het is net als een soort van duif, die springt op je schaakbord, die poept het hele bord onder, gooit alles stuk om en doet dan net alsof hij je schaakmat heeft gezet. Ja. Dat is wat je als LP'er vaak tegenkomt. Die mensen die dan denken dat ze het helemaal beter weten, die zeggen ja, je zit er compleet naast, al die plannen van jou zijn helemaal nonsens, het heeft nog nooit gewerkt en het kan niet werken. En het zit compleet onlogisch in elkaar en nou ja, goed, dat soort dingen. Ja. Daar hebben wij mee te maken, jongen. Ja. Ik weet. Ik weet er alles van. Ja. Maar ja, goed. Ja, wat hebben we nog verder over deze twee te zeggen? Kijk, wat was... Niet zoveel. Vet Grapperhuis was natuurlijk ook zo iemand. Die heeft gewoon zijn eigen bruiloft volop gevierd. En er zijn tig van dit soort voorbeelden. Weet je, ook van al die politici die met z'n allen binnen de anderhalve meter met elkaar op een groepsfoto staan. Jongen. Weet je wel, ja, waarom ben je dan die maatregelen aan het voeren? Dat gaat duidelijk niet omdat je denkt dat die maatregelen zin hebben. Want je houdt jezelf er ook niet aan. Als je echt bang was dat je daar corona voor kreeg, dan stond jij nu niet binnen anderhalve meter van jouw collega politicus. Die mensen die geloven er zelf niet in. Maar om de ene van de reden vinden ze toch dat ze zich daaraan moeten houden. Misschien dat ze denken dat de bevolking anders in opstand komt of zo. Dat ze dingen verweten worden. Dat ze later een zetelverlies lijden. Zoiets. Ja. In ieder geval is het niet in lijn met de gedachte dat ze serieus denken dat er een probleem is. Ja. Maar gelukkig hebben de Franse Macron. Ja, dit is een beetje van het kaliber van we breken eerst je benen en geven daarna een kruk of zo. Hè? Van Fransen mogen van Macron wel samen kerstfeest vieren. Maar dan moeten ze de volgende keer wel allemaal op hem gaan stemmen natuurlijk. Hè? Zo, wanneer zijn de verkiezingen weer in Frankrijk? Ja, precies. Ik heb de spijker op zijn kop. Ja. Nou, ik moest gelijk denken aan Samson en Gert. Daar heb je meneer Spaghetti, hè? Oftewel Koen Krukke. Maar die heeft in zijn echte leven, dus als Koen Krukke, is hij ook zanger. En die heeft het nummer Vrolijk Kerstfeest uitgebracht. En dat gaat ook helemaal de hoogte in. Hè? Vrolijk Kerstfeest. Dat gevoel krijg ik hierbij, weet je wel. Zo iemand die compleet over de top dan denkt, ach jongens, wat voor zorgen hebben we toch. Er is een pandemie met een virusinfectie. Als president zou hij dat serieus moeten nemen. Maar we gaan lekker feest vieren met z'n allen, want wij zijn Fransen en we houden ons daar niet aan. Ja. Toch al een lockdown van een jaar of zo? Wel, ja joh. Ja, maar goed, hij neemt dat serieus. Dus als ik vanuit zijn belevingswereld denk, dan is dit is een beetje alsof de Titanic ten onder gaat en je met z'n allen nog als een dweilorkestje daar staat te spelen, net zolang totdat je zelf ook verzuipt. Ja. In dat licht is het zo'n maatregel. En natuurlijk is het helemaal complete nonsens allemaal, maar als je het serieus neemt, wat Macron volgens mij zou moeten doen, dan kun je niet serieus zo'n maatregel uitvaren. Dit geeft voor mij weer aan dat ook hij niet serieus denkt dat er een probleem is. Dan kun je niet met z'n allen kerstmis gaan vieren. Dat wordt één grote ellende. Dit is gewoon angst voor een volksopstand.
En nog eventjes waarom dat in Frankrijk natuurlijk ontzettend een rol speelt. Ik weet niet of je het een beetje gevolgd hebt de afgelopen weken wat er in Parijs is gebeurd. Die mensen die staan met honderdduizenden op de straten en die zijn tot bloedens toe zijn ze aan het vechten met de politie. En de politie die verliest dat met enige regelmaat. Ja. Waarbij politie ook gewoon bewusteloos op straat komt te liggen omdat de massa ook stevig op de politie inhakt. Ja. Dus ergens kan ik Macron zijn maatregel wel plaatsen. Weet je? Die denkt, nou, met kerstmis laten we het dan maar even laten doorgaan. Dan vergeten mensen misschien eventjes dat ze de politie willen slaan. Vrede op aarde. Ja, het is een beetje als de brood en spelen in de Romeinse tijd. Zo de Christmas truce. Okay. Ja, de keizers in de Romeinse tijd die vaardigden dat natuurlijk uit. Hè, om van die gladiatoren gevechten en paardenrennen en zo. En mensen dan eten en vermaak geven. En dan hielden ze zich wel een beetje rustig. Daar doet het een beetje aan denken. Ja. Ondertussen is Lucas, die komt er nu ook bij. Ah, mooi. Ja. Het verstand van Vrije Radio. Hè? Gaan we nog even... Ik denk al, waar was ik? Ga nog even... The voice of reason. Ik ga nog even wat technisch gepiel doen, zodat hij ook zichtbaar is voor de rest van de mensheid. Oké, dan ga ik even het toilet bezoeken, dan ben ik er zo weer helemaal rationeel bij. Lucas, zeg eens wat. Of hij wordt nog steeds gebeld, denk ik. Misschien heb ik de verkeerde... Ja, ga verder, wacht even. Oh, oké. Okay. Ja, ik hoor hem wel. Ja, we horen hem. Maar hij heeft zelf zijn webcam nog niet aanstaan. Nee, dat komt zo wel, denk ik. We doen hem even kijken. Hero, rechtsonder. Ja, dan ga ik ook nog even iets pakken om te eten, hoor. Even kijken of ik nog wat te snoepen heb. En zo terug. Yo. Ja, hey. Als het goed is, gaat het nu. Ah, oké, je hebt de webcam gewonden. Ja. Volgens mij moet dit... Kijk, de webcam van Lucas is nog niet aan. Oh, wacht, hij is weer weggevallen, zie ik. Of hij is aan het herstarten, dat kan ook nog. Het is wel mooi dat als ik dus even weg ben, dat dan het logo van de LP in beeld komt. Ja, ik heb toch weer een beetje reclame gemaakt. Ja. Nou ja, in ieder geval dan zullen we het bericht van Macron weer even achter ons laten. Dan gaan we naar het volgende toe. Jongens. Oh, ja, mijn god. We nemen natuurlijk van tevoren altijd de berichten door, hè? En dit bericht heb ik jou even persoonlijk over gestuurd. Man, dit kan toch niet waar zijn? Oh, dat bedoel je met het lichtjesloket, ja. Hey! Ja, kijk eens. Daar komt iemand in. Even kijken hoor. Je webcam is nog niet aan, zo te zien. Maar dat komt zo wel. We gaan gewoon verder, ja. Het huis versieren met kerstlampjes. Eerst even melden bij de gemeente Amsterdam. Waarom? Ja. Hebben de ambtenaren niks te doen daar? Oh man. Dat word ik echt even helemaal stil van. Dit is een, het voelt een beetje, ja goed, het is natuurlijk net een ander onderwerp. Het voelt een beetje als de cultuurkammer die je in de Tweede Wereldoorlog had. Het is weer een fijne Godwin natuurlijk, maar... Lucas, je moet hem even kantelen nog. Dan heb je een hele brede kop. Je moet hem breedbeeld doen. Ja, toppie. Zo is hij goed. Ja, zo. Je zit in je tent, joh. Zoiets.
Hey, Lucas. Nou, sorry. Je ziet er weer helemaal... Welkom vanuit de tent, uit de woestijn. Ja, zit je in de tent? Hij is gewoon de thuiswerk. Ah, oké. Nou ja, welkom. Leuk dat je er bent. Ja. We hadden het over, je moet tegenwoordig in Amsterdam bij de eerste naar de gemeente toe om te melden dat je kerstverlichting op je huis gaat hangen. Ja, top. Ja, het zou thuis worden. Laat ze maar leiden, die Amsterdammers. Dat krijg je als je gevolgen van een eigen stemgedrag lekker dragen. Even de redenering, hè? Want je vraagt je dan, ik vraag me in ieder geval, waarom doe je dat? En de gemeente Amsterdam, die heeft een mooie reden daarvoor gegeven, omdat steeds meer mensen hun huis verlichten, is er behoefte aan nieuwe regels. Ja, dat is wel logisch natuurlijk, hè? Als je, En hoe kutter, hoe beter voor die Amsterdammers, want ze krijgen gewoon de leiders die ze verdienen, dus... Prima. Maar 0,0 medelijden. Ik vraag me af. Ja, maar dat was de redenering dat er mensen die er langs zouden lopen, waaronder toeristen, dat het daar te druk voor zou kunnen worden. En dat ze daarom. Ja, dat is, je hebt daar ook heel erg last van natuurlijk. Als je licht om je heen. Ja. Ik moet zeggen, ik ben in Utrecht, had je in de Lombok. Heb je best wel wat mensen wonen die houden ontzettend van kerstverlichting. En er is iemand die heeft daar zijn complete huis in de kerstsfeer ingericht. Nou, dat is één grote bijna neonbaken van kerstverlichting. Ja. Ik vind dat genieten. Dat hoort zo ontzettend bij de Nederlandse volkscultuur. Ja, je moet voor de gein eens een keertje... Eigenlijk zou dat immateriële cultuur moeten zijn. Weet je? En dan zouden ze dat moeten promoten in Amsterdam. Ja. Nou, ze doen er alles aan om daar toeristen weg te jagen, hoor. Maar... Nee, maar je moet voor de gein eens naar het Soester Kwartier wonen. Dat schijnt de enige plek op aarde te zijn die vanuit de ruimte te zien is tijdens kerst, hè? Dat mogen ze wel gaan belasten dan, denk ik. En bij WK en zo, een EK, dan kun je het ook vanuit de hemel zien. Hè? Dan zie je gewoon één grote oranje vlek. Zo'n wijk is dat. Het gaat de hele opbrengst van de wietplantage gaat allemaal in kerstverlichting daar. Hoor. Het stellen van deze regels, de gemeente Amsterdam, hè, het stellen van deze regels is erop gericht dat de feestverlichting blijft passend bij ons Amsterdamse straatbeeld en een goede balans wordt behouden tussen rust in het straatbeeld en de verlichting en versieringen in de openbare ruimte. Het ding is, dit is geen openbare ruimte. Het zit achter het raam van die mensen. Ja, of op de gevel ook, hoor. Toch? Zang het ook op de gevel. Ja, dan kun je ze nog vragen om precario belasting te betalen. Ja. Ja, maar het is ook allemaal erfpachtgronden zijn het, hè? Dus, Ja, daar zit je alweer, hè? Ja, laat ze maar lekker leiden, die gasten daar. Ja. Maar ik vraag me af of degene die nu onder lijden dan, zeg maar de mensen die kerstverlichtingen ophangen. Ik neem aan dat normaal gesproken geen GroenLinks stemmers zijn. Nee, dat zijn meestal iets van PVV-stemmers of zo, denk ik. Dat zijn mensen uit Volkswijk, die stemmen PVV of SP. PVV of het is SP. Gewoon PVV als je pesten dit. Ja. Maar dat is echt zo, mensen uit de Volkswijk, die stemmen vaak PVV of SP. Ja, dat klopt ook wel inderdaad. Als je door Soester Kwartier fietst, dan hangen we tijdens verkiezingstijd. Hangt er vol met Geert Wilders achter de ramen daar. Ja, natuurlijk. Ja. Dat is ons volk, hè? Dat is het idee. En het is trouwens ook wel... Dit zijn mensen kun je prima gesprek mee voeren... zolang je het maar niet met ze oneens bent. Ja, klopt. Hmm. Ik denk dat uit de SP wel wat te hengelen valt. Er zijn mensen die in ieder geval wat meer nadenken... dan de gemiddelde PvdA-kiezer. En dat is sowieso waar, ja. Ik denk ook altijd de probleemanalyse, daar kan ik het met de SP'ers ook altijd ontzettend over eens worden. Alleen dan komen ze met een oplossingsrichting en denken, hoe kom je daar nou bij? Hoe kom je nu van die analyse tot deze oplossing? Ja, maar dat is de uitdaging, hè? Ja. Daarom is het leuk om campagne te voeren. Maar dat is ook zo, ja. Het leukste campagnemoment wat ik voor de LP had, was in Dordrecht voor de provinciale verkiezingen. Een flyer was en dat ik tegen een... Wat wil hij? Sociaal democratie of zo wilde die hebben. Uh-huh. En dus dat
100% van het inkomen werd afgepakt en herverdeeld door de overheid. Ja. Ja. En we stonden recht tegenover elkaar. We hadden vaak dezelfde analyses van wat er fout ging. En ook waardoor dat fout ging. Alleen ja, de oplossing verschilde gewoon totaal. En er waren allemaal mensen die kwamen er omheen staan. En begonnen te luisteren. Ja, er waren natuurlijk altijd van die debielen die dan zo'n sociaal-democratische gast wel oké vinden. Maar het was wel echt een heel leuk moment. En ja, je moet gewoon continu goed nadenken van, goh, wat gaan we hier nou weer op zeggen? Ja, het is als een goede schaakwedstrijd, en, ja. Ja, ja, absoluut. Ja. Wel uit hem maar gebleven. Ja, überhaupt. We waren nog bij de kerstverlichting. Het huis versieren. Oh, ja. Oh ja, ik denk... Maar gaan wij ons huis eigenlijk versieren? Gaan jullie je huis versieren? Heb je kerstboom staan gebouwd? Ik ga er niet aan beginnen. Ik ben wel gek. Ik ben niet zo'n kerstvierder, zeg maar. Maar dit jaar, mijn vrouw was ook het hele gedoe zo zat dat we gewoon vluchten. We vluchten voor Mariah Carey. Gaan klooster in. Ja. Eindelijk heb je roeping naar gevonden. Je gaat het is inmiddels niet meer, dient niet meer als een godshuis. Maar, ik wou zeggen, dan ben je eindelijk van de overheid af. Hè? Maar ze hebben nog wel de bierbrouwerij is er nog steeds. Maar kijk, dat is het belangrijkste. Ja, ja, volgens Nietzsche is het toch een kleine stap van alcoholisme naar religie. Dus, maar de meteorologische winter start morgen met warmste dag van de week. Ik heb er weinig van gemerkt. Jij, jullie wel dan? Of, Ik had laatst juist dat ik dacht, verdomme, wat is het koud. Maar het heeft ook gevroren afgelopen weken. Ja. Zitten jullie al in de min of niet? Ja, we hebben in de min gezeten al. Oh, ja, ik ook hier. Ik ook. In 5 of zo. Dit kwam van Peter, die er helaas niet bij kan zijn, want hij zit in een biertuin. Ja, ik snap dat dit van Peter komt. Dit past in het lange rijtje van absurde klimaatberichten dat hij natuurlijk heeft aangedragen. Hashtag climate scare. In die zin kan ik daar wel mee kijken. Oké, ik zal het eens even statistisch proberen te duiden. Dit valt een beetje in dezelfde categorie als... als dat er op één dag heel erg veel besmettingen met corona zijn geweest. Daar zit ook altijd bijvoorbeeld een weekend effect in. En een bepaald aantal meldingen wat wel of niet goed doorkomt. Nou, dus dat met het weer ook een beetje. Soms heb je net een beetje een wind die verkeerd staat. Of er staan heel erg veel wolken of juist niet. Weet je, dat speelt allemaal een rol in hoe warm het is op een bepaald moment. En dat heeft met een algeheel klimaatbeeld niet zo gek veel te maken. Dan moet je juist kijken naar langere periodes. Ja, en het gaat hier over de warmste dag van de week. Precies, dus dat is echt ultieme paniek. Ja. Want in die week is dat dan de warmste dag. Ja. Nou, oké. Okay. Ja. Dit is echt een sensationeel nieuwsbericht dit. Echt een teken dat het ook echt slechter gaat. Even los van dat het voor het gasverbruik en dus de Groningers gewoon hartstikke fijn is dat het niet zo koud is. Nou ja, laat het zo zeggen. Ik ben daar zo bang van geworden dat het zo warm is geworden. Ik heb al mijn elektrische apparaten maar gelijk afgesloten. Hmm? Ik ben niet gaan douchen vanochtend. Ik heb mijn auto laten staan. Ik neem het bericht uit als serieus, mensen. Je hebt een miner ook uitgezet. Nee, die dan... Nee, ja, sorry, ik moet een inkomstenbron hebben. Die mag wel blijven draaien. Ja, maar die energie van de zonnepanelen moet toch ergens naartoe? Ja. En dat is ook heel efficiënt, hè? Want dan doe je en verwarmen en minen tegelijk. Ja, die miner kan ook weer juist verwarmen, ja. Dubbel verbruik van je stroom. Ja. Nou... Het is wel zo, sinds wij een A++ droger hebben hier op zolder, is het dus gewoon fucking koud, zeker in de winter. Want dan zet ik nog wel eens een keer, tenminste, hoorde ik natuurlijk eerst even een wasje erin en dan zet ik de droger aan en dan werd het hier op zolder dus wel echt lekker warm. En ja, dat kan nu niet meer. Dus dat is wel een dingetje. Dus ik ga ook binnenkort zo'n elektrische kachel kopen voor hier op zolder als het echt koud wordt.
Om nog een beetje fatsoenlijk te kunnen werken. Doe ook gewoon een miner, joh. Gewoon een Monero miner in dit geval. Ja, maar ik word niet goed van apparaten die de hele dag aanstaan. Ja, daar word ik niet blij van. Je kan hem ook gewoon ergens in een keldertje zetten en doe je een buis omhoog voor de warmte. Dat is misschien nog wel wat. Ja, of staat... een gloeilamp. Oh ja, kan ook nog, ja. Nou, trouwens, ja, ik weet trouwens niet hoe je op zolder komt, maar je kunt natuurlijk ook gewoon allerlei deuren open laten staan, anders stijgt de warmte vanzelf omhoog. Ja. Ja, maar het is hier wel geen boeien. Maar zonder in de kast, het is hier helemaal open en alleen we hebben alleen maar de verwarming beneden aanstaan in de woonkamer. Je bent eigenlijk te energiezuinig, zullen we zeggen. We hebben een lage gasrekening, inderdaad. Maar dat doen we voor de Groningers, hè? Dus zorgen dat het daar niet gaat beven. Ja. Ik gebruik gewoon de zaklamp van mijn oude mobiel als verlichting. En ik moet zeggen, dat is ook best wel warm, hoor. Ik zit nou ook echt te zweten. Dus zo'n zaklampje van zo'n mobiel geeft ook best wel veel warmte. Ik denk dat het eerder de batterij is die warm is, maar... Ja, zou het zijn? Nee, die batterij voelt koud aan. Ja. Dat is echt dat licht, denk ik. Ja, maar wat hebben we nog verder te zeggen over dit bericht? Een aberratie, zouden we dat noemen. Hè? Ja. Ja. Het is gewoon een climate scare. Wel ja. Ja, volgende week is dinsdag de warmste dag van de week. En komt dat ook in het nieuws waarschijnlijk. Ja. Dus dinsdag de warmste dag van de week is. Ja. Ik ben er zitten wachten op het moment dat we gaan tellen in wat de warmste minuut van de dag is. Oh ja. Op een gegeven moment weet ze ook bij het gekkigheid gewoon niet meer wat ze moeten schrijven. Ja, zo. Oh jongens, het was om 12 uur was het wel 10 graden warmer in de middag dan om 12 uur 's nachts. Ja. Ja, nu hebben we echt een probleem. Oh ja, dan moeten we natuurlijk nog even... op het nieuws. Wat is het idee? Moeten we Greta nog even erbij halen? Ja. Okay. Ja. Even kijken. Dit is Jordan Peterson. Die publiceert zijn follow-up van 12 Rules. En dat heeft voor heel veel huilbuien gezorgd bij het personeel van Penguin Books. Ja. Ja, het was één groot... De vloer was helemaal nat. Ja, maar het zet ook LBTQ. Ik weet niet hoeveel letters van de afkorting, totale afkorting, ze gebruikt hebben. LGBTQ, ja. Van die community, die hadden er problemen mee. Omdat hij... dat vind ik wel interessant. Maar ze hebben dat naar zichzelf toegetrokken. Soort van alsof hij hun bekritiseerd zou hebben. Hè? Dat hij ze aanstellers heeft genoemd of zo. Dat zijn toch ook? Nou, even los van die vraag. Hij, in mijn beleving, heeft hij dat nooit letterlijk zo gezegd. Nee. Hij is psycholoog en hij heeft onderzoek gedaan naar een soort van de mindset die je ervoor nodig hebt om jezelf heel snel beledigd te voelen. En daar vallen onder andere mensen onder, voor onder andere klassiek liberalen vallen daar ook onder. Die schijnen zichzelf ook snel beledigd te voelen. Maar hij heeft bepaalde types mensen, heeft hij daar onder geschaard. En dan stond die LGBTQ stond daar helemaal niet tussen. Oh ja. Weet je, dat zijn gewoon bepaalde gendervoorkeuren. Ja, het gaat er meer om van of je jezelf snel op je teentjes getrapt voelt of niet. Ja, volgens mij wordt het niet door de groep bepaald waar je in zit, maar eerder je persoonlijke keuze. Want ik ken homo's genoeg die niet beledigd worden, die zich niet beledigd voelen, hoor. Hij doet onderzoek naar persoonlijkheden en naar de werking van je psyche, niet naar groepsindelingen. Ja, dat doen psychologen niet. Weet je. Sociologen doen dat wel, maar psychologen niet. Mm-hmm. Ja. Dat vond ik raar, weet je, dat er dan in staat. Ja. Maar goed, houdt ze wel weer bezig. Of tenminste, dat houdt sommige mensen wel weer bezig. En dat is natuurlijk gewoon fijn voor die mensen dat ze iets hebben om bezig te zijn. Ja. En dan hebben ze even aandacht en dan daarna weer verder. Jordan, nobody gives a shit. Jordan Peterson heeft ook weer aandacht. Die heeft ook weer exposure. Ja, je kunt het zelf kiezen natuurlijk of je daar druk over maakt of niet. Ja.
Ik kan me nog herinneren, dat vind ik wel een beetje een leuke vergelijking. Je had toen die Milo Yiannopoulos, die had een boekendeal, die was aan het onderhandelen over een boekendeal. En toen ging hij overal spreken, nou, overal waar hij sprak, daar, dat werd een compleet inferno, weet je wel. Hele universiteitsgebouwen gingen lichten laaien en zo. Want iedereen was boos, tenminste niet iedereen, een bepaalde groep mensen was boos, want hij kwam daar spreken. En ja, Antifa. Maar ondertussen gingen de waarde van dat boek waar hij over aan het onderhandelen was, dat ging echt naar de miljoen dollar toe, weet je wel. Dus bleef maar stijgen. Dus hoe meer mensen zich boos maakten over hem, des te meer dat boek wat hij wilde publiceren waard werd. Ja, dat willen natuurlijk heel veel mensen lezen als er veel ophef over is. Dat is ook met zo'n boek als Mein Kampf bijvoorbeeld. Ja. Ja, dat is bijzonder beroerd geschreven als ik het een beetje begrepen heb. Ja. Maar ja, het is wel geschreven door Adolf Hitler. En het is een boek dat lange tijd verboden is geweest en nu nog steeds vrij slecht te krijgen. Ja, maar toch iedereen dan op school, als hij naar school gaat, die heeft dat boek. Nou, de meeste mensen komen niet verder dan de eerste pagina. Dat is gewoon totaal onleesbaar. Ik heb hem op school toen nog in mijn studententijd. Bijna iedereen had dat boek wel, weet je wel. Omdat het verboden was, weet je wel. Ja, maar dit zijn wel meer van die boeken. Ja, er zijn heel veel, er wordt heel veel over gepraat. En dan willen veel mensen dat lezen. Dus dat is Kapitaal van Karl Marx. Zo is compleet onleesbaar, heel beroerd geschreven. Toch zijn heel veel mensen die dat willen lezen. Er valt hier van alles om, hoor ik. In tegenstelling tot de Bijbel, hè? Dat is best wel mooi geschreven. Er zit een hele hoop nonsens in natuurlijk, maar het is heel mooi geschreven. Maar daar is ook heel veel over gepraat. Dit is het best verkochte boek ter wereld. Er is zelfs zoveel over gepraat dat er hele geloven omheen ontstaan zijn. Elke zondag zit de kerk er vol mee. Er wordt altijd weer een uurtje gewild door een man in een jurk. Maar stel nou dat er nooit zoiets geweest zou zijn als een Bijbel. Een soort van één tekst die je kunt gebruiken als verkoopmateriaal. Dan ben ik benieuwd hoe ver die geloven allemaal gekomen waren. Dan was het volgens mij in no time uit elkaar gelopen, want je hebt geen enkele referentie. Nou, er is wel, zijn wel mensen die daar onderzoek naar hebben gedaan, naar die vraag van wat als de Bijbel er niet was geweest, weet je wel. Serieus? Of Jezus was gewoon timmerman gebleven, zeg maar, en die had geen religieuze hobby ernaast gehad. Dan zijn ze wel tot de conclusie gekomen, want er waren stromingen zoals Plato en zo, en Aristoteles en noem maar op, en die ideeën die leefden toen wel. En er zouden wel soortgelijke bewegingen of stromingen ontstaan zijn, die ongeveer dezelfde waarde hadden als dat het christendom had. Dus tenminste is het althans de mening van sommige mensen. Dus, Ja, dus een beetje in de trant van er is niks krachtiger dan een idee waarvoor de tijd is aangebroken. Ja, je ziet ook wel dat de kerk ging ook wel vaak mee met dingen die op dat moment populair waren, weet je wel. Je ziet ook wel dat de katholieke kerk veranderd is na de verlichting en zo. Ja. Ze passen zich wel aan. Ja, maar dat is denk ik ook. Ja, hij maakt natuurlijk ook wel zo'n boek omdat hij iets wil verkopen. Waarom maak je anders een boek? Er zijn natuurlijk wel heel veel onderzoekers die boeken schrijven die alleen bij onderzoekers op de plank komen te staan. Maar als je een beetje een goede verkoper bent, dan zorg je dat de boek is dat veel mensen willen lezen. Dus dan moet het een beetje spraakmakend zijn. Nou, dat is kennelijk wel gelukt. Hè? Ja. Heb je Jordan Peterson wel eens gelezen? Nee. Niet gelezen. Oké. Ja, ik heb wel wat lezingen van hem gezien, weet je wel. Maar naar mijn idee zegt hij geen gekke dingen of zo. Maar dus, ik weet niet. Ik heb. Goed, ik heb verder ook niks over te zeggen. Ja, het is. Er is een boek. Nou ja, maar oké, wacht even. Hè. Hij is dat toch ook wel bekend als libertariër? Nee, naar mijn weten is hij geen libertariër of zo. Hoor, maar misschien heb ik het fout hoor. Maar ik heb wel eens een interview gehoord waarin hij daarop inging. Oké. Hij zei wel zoiets, dat ik me even vaag bijstaat, is van
Dat hij zich in dat hij zich niet bij één politieke stroming thuis voelde. En dat hij zoiets had dat de meeste mensen dat ook al hebben. En ja. Maar goed, hij. Ja, goed, nou, ik weet het eigenlijk niet. Sorry. Nee. Ik heb hem wel eens iets over horen zeggen. Ik ben er ook niet van op de hoogte wat hij nou precies voor politieke stroom aanhangt. Dat durf ik niet te zeggen. Ja, ik meen dat hij zoiets zei van dat hij zich bij geen enkele stroming 100% herkent. Ja. Nou, maar wat ik nog wel, het laatste wat ik daarover kwijt wil. Er zijn heel veel onderzoekers die doen onderzoek naar best wel controversiële onderwerpen. Hè? Gewoon omdat ze dat interessant vinden. Mm. Maar dat je er onderzoek naar doet, wil niet zeggen dat je daar een bepaalde mening over hebt of zo. Mm-hmm. Dat staat er in principe los van. Het is hetzelfde als dat je, nou, weer even over Mein Kampf. Als je dat boek leest, wil niet zeggen dat je nazi bent. Ja. Hetzelfde, hij doet gewoon onderzoek naar mensen die een bepaald persoonlijkheidstype hebben. En wat dat betekent voor een gevoeligheid voor kritiek bijvoorbeeld. Nou, dat is een legitiem wetenschappelijk onderzoek. Mm-hmm. Ja, bepaalde onderwerpen van onderzoek die zijn inmiddels al taboe. Nou ja, dan is de vrijheid wel ver te zoeken in mijn beleving. Ja. Ja. Ik meen dat er ergens nog in het artikel stond nog, of het was een andere, dat kan ook, maar hetzelfde onderwerp. Maar er stond er iets van een van die mensen die zich dan gekwetst voelden door Jordan Peterson. Er werd toen gevraagd van, maar waarom dan? En dan kwam hij met een argument aan van ja. Ik ken een vader van een vriend van mij, die is helemaal fan van Jordan Peterson en die heeft mij toen zo gekwetst. Ja, guilt by association. Zoiets, ja. Dus, ja. Dit wel een interessant onderzoek is, Jernas Ramo-Tarsing, die zat ooit bij de LP, is toen overgegaan naar FVD, et cetera. Man van de linksindoctrinatie op een universiteit. Die heeft ooit eens een onderzoek aangehaald, dat is ook best wel controversieel. Mm-hmm. Dat je een link zou kunnen vinden tussen etniciteit en IQ. Mm-hmm. Oh ja. Ja, dat heeft natuurlijk alles te maken met hoe zijn IQ-test is opgesteld. Maar überhaupt al het idee dat iemand onderzoek zou willen doen naar of er een verschil is in intelligentie tussen etniciteiten. Dat heeft heel erg veel ophef veroorzaakt. Dan denk ik ook, ja, dat soort dingen moet je gewoon kunnen onderzoeken. Het is wetenschap, weet je wel. Vervolgens kan je er van alles van vinden, maar je moet niet dat gaan verbieden. Dat is een beetje raar. Ja, precies. Ja. Ja. Oh, dat is wel weer een mooi bruggetje naar het volgende bericht trouwens. Ja, dat mag jij hem maken. Nou, er zijn dus door dat soort onderzoeken zijn er best wel wat mensen die zich gekwetst voelen, weet je. Dat ze denken, oh, maar er is iemand die onderzoek doet naar etniciteit en het verschil in intelligentie. Of bijvoorbeeld naar persoonlijkheidstypen en of mensen zich gekwetst voelen. Nou, dit volgende bericht gaat daarover. Hoe kun je er nu voor zorgen dat de mensen rekening houden met die gekwetstheid? En dat je inderdaad dus een bepaald debat in een richting kunt sturen waarin je... waar jij belang bij hebt. Dus bijvoorbeeld dat er geen aandacht besteed wordt aan het verband tussen etniciteit en intelligentie. En het schijnt dus dat huilen beter werkt dan boos worden. Oh, oké. Okay. Ah, ja. Vandaar. Ik heb veel exen gehad die dat heel goed begrepen. Ja. Vrouwen snappen dat over het algemeen ook. Sorry, wat zeg ik nou? Kinderen trouwens ook. Hè? Ja, kinderen snappen kleine dat ook kinderen goed. Ook. Ja, vooral, de kleine. Vooral als je er stevig op reageert, dan houden ze dat vol. Hè? Ja, Het hoeft maar eens in de 40 keer te lukken en dan blijven ze dat volhouden, dat gedrag. Ja, omdat dat als een succesvolle strategie wordt gezien in dat geval. Ja. En dat is dus ook succesvol, want mensen die hun verdriet tonen, daar hebben mensen medelijden mee. En luisteren ze, willen ze ook een helpende hand bieden. En luisteren daardoor ook beter wat ze te zeggen hebben. Mm. En daardoor komt het boodschap ook beter over. Terwijl als je in boosheid zit, dat schrikt mensen af. Ah. Er zijn gewoon mensen op deze wereld. Dat als je ook maar even boos bent, dat ze helemaal ineens schrompelen. Mm. En absoluut niet meer luisteren naar wat je te zeggen hebt. Dus tip voor de LP. Tonen jullie verdriet over het verlies van vrijheid?
Ga huilen op straat. Ja, dat doen. Huilen voor de vrijheid. Nieuwe actie. Huilen voor vrijheid, ja. Ja, je moet een appel doen op soort van het onrecht dat mensen wordt aangedaan. Ja. En dan vooral op een hele meelijwekkende manier. En met alle op de grond liggen, zeg maar. Ja. Ja, dus dat je als je zonder mondkapje in een winkelcentrum inloopt, dat je dan... En je wordt aangesproken, dat je dan heel erg verdrietig wordt van dat je erop wordt aangesproken. En dat mensen dan zeggen van, ik veroorzaak heel veel verdriet. Ik heb opeens begrip voor deze persoon. Terwijl als je boos terugreageert, een beetje een Sandra Vogelaartje doet, dan wek je alleen maar irritatie op. Dus... Ja... Ik vond het wel een interessant artikel. En het was dus van een diaken die dat advies gaf. En kunnen we wat mee, denk ik. Huilen voor vrijheid had ik inderdaad genoemd. Dan gaan we ons met z'n allen vastketenen voor de deuren van de Tweede Kamer. En dan zo met z'n allen huilen. Ja. Nou, of dat inderdaad als je slachtoffer bent geworden van phishing e-mails. Dat is mooi weer, hè? Van de Belastingdienst. Dat je dan ook gewoon gaat huilen. En misschien word je nog wel eens een keer gecompenseerd. Ja, heb je dat wel eens gedaan? Dat je de Belastingdienst hebt opgebeld en dan heel zielig verhaal hebt opgehangen? Maar huilen tegen de Belastingdienst? Nee. Ja. Ja, maar mevrouw, ik kan het echt niet betalen. Ik heb dat wel eens gezegd, hoor. Ik zou niet weten waar ik het geld vandaan moet halen. Weet je? Nou, dan hoor je ze een beetje zo inschrompelen. Betalingsregeling, bla bla. Maar ze houden wel voet bij stuk. Dus het werkt niet helemaal ook, volgens mij. Nee. Het komt volgens mij ook wel doordat het gewoon hun baan is om dat soort dingen binnen te halen. En als ze dat niet lukt, dan raken zij een baan kwijt. En dat is alsnog belangrijker dan jouw verdriet. Ja, uiteindelijk... dat zie je ook bij die... Ik denk dat uiteindelijk de mensen die bij de Belastingdienst bij zijn telefoon blijven werken, zijn mensen die er over het algemeen wel mee om kunnen gaan met al die zielige verhalen die ze de hele dag horen. Mensen die er niet tegen kunnen, die gaan binnen no time ergens anders werken. Dus uiteindelijk hou je een groep mensen over daar die... waarschijnlijk een beetje sociopathische aanleg hebben. Ja, een beetje gevoelloze mensen. Nou, ik heb dat ook bij een incassobureau... inderdaad van de Belastingdienst. Lucas? Ik heb ook bij een incassobureau gewerkt en ook wel meegeluisterd met de mensen die ook mensen aan de telefoon kregen. En daarvan was het ook echt zo van, oké, dit is wel heel sneu wat ik hoor. Dus een mevrouw die dan bijvoorbeeld huilend zegt dat ze geen eens geld heeft om boter te halen. En dan denk ik ook van, dat is wel sneu. Maar dan zegt die collega ook van, dit hoor ik gewoon 10 keer op een dag. En het is allemaal lief, leuk en aardig. Maar ze hebben wel gewoon nog een iPhone op krediet nog even gekocht. Dus geen enkele medelijden mee. En we moeten gewoon een goede betalingsregeling komen die ze gewoon kunnen betalen. Mm-hmm. En die afspraken die er waren gemaakt waren ook heel mild. Dus gewoon betalen, niks aan aantrekken. En die horen dat dus de hele dag. En inderdaad, als je dan heel empathisch erop reageert, zoals ik altijd doe, dan hou je dat niet lang vol. Maar die deed het al jaren en was gewoon werk. Mm. Het is dan ook wel makkelijk voor zo iemand om dan te kunnen zeggen van want die hebben net de nieuwste iPhone op krediet gekocht, want dat weten zij ook niet natuurlijk. Maar dat is dan een beetje het beeld wat zij ervan maken. Dat is niet helemaal waar. Als je die ene keer dat het wel zo was. Je krijgt wel, voor bepaalde zaken krijg je wel BKR-registratie en dat kunnen ze volgens mij wel inzien. Ja. Dus als je in Nederland, als je een telefoon op... of per maand betaald, dus niet in één keer. Dat klopt. Dan is dat, wordt dat geregistreerd als schuld boven de €250. En dat kun je dus wel zien als je dus een incasso dossier hebt en je vergelijkt dat met BKR output. En je ziet daar opeens nog dat er een maand ervoor een iPhone op
Afrikaans. Maar ja, dat hoeft ook niks te betekenen. Dat hoeft ook niks te betekenen. Want als je zo in je schuld zit, dan verkoop je ook je eigen identiteit. Want dan krijg je 5 tientjes. En dan staat die schuld van die iPhone misschien wel op jouw naam. Maar dan heb je wel in ieder geval 5 tientjes om je kinderen weer een week van te eten te geven. Weet je wel. En dan, Ja, maar dat is even geen overzicht hebben over je situatie, denk ik. Want je moet dan toch beseffen dat dat een BKR-registratie oplevert. Er zijn mensen, of debiteuren zijn er in verschillende vormen of soorten en maten. En je hebt mensen die gewoon ook gewoon niet willen betalen en niet kunnen betalen. Maar je hebt ook mensen die niet willen betalen, maar wel kunnen betalen. Mm-hmm. En als jij gewoon in een aflossingsregeling zit, die best wel mild is, want het mag tegenwoordig ook allemaal niet meer helemaal maximaal worden uitgemolken, dan kun je er maar beter voor kiezen om van die schuldregeling af te komen en dan pas een iPhone te gaan kopen, dan dat je dat doet tijdens zo'n aflosregeling en dan vervolgens die aflosregeling niet wil nakomen. Mm-hmm. Dan maak je zelf de verkeerde keuzes. En ja, daar wek je niet echt begrip mee, zullen we zeggen. Ja. Ja. Maar ja, dan ga je in een andere categorie vallen. Dus, ja. Hoe bedoel je? Wat voor categorieën zijn er dan? Dan wordt je categorie kan wel betalen, maar wil niet betalen. En dan word je anders behandeld dan als je niet kan betalen. Dan kun je wat meer water bij de wijn doen en meer begrip tonen. Maar er worden allerlei gekke smoesjes verzonnen onder. En we dwalen wel echt super af, overigens. Nou, ik kom zo weer terug bij die belastingdienst, hoor, want dat houdt wel verband mee. Ja. Maar je hebt ook mensen die zeggen: ja, ik ben naar Syrië. Of die is naar Syrië verhuisd, wordt dan door een neef verteld. Ja. En dan kijk je even op Facebook en dan zijn ze gewoon nog doodleuk aan het feesten in Amsterdam. En, vind maar even iemand die er niet meer geregistreerd staat. Dat is vreselijk lastig. Ja. En de Belastingdienst, die heeft natuurlijk ook hetzelfde probleem. En die had het probleem ook met die toeslagen. Er zijn natuurlijk ook van de Belastingdienst heel veel e-mails en sms'jes en whatsappjes die gestuurd worden. Uit naam van de Belastingdienst. Waarin wordt gezegd, als je niet voor morgen betaalt, dan gaan we beslag leggen op allerlei dingen. En daar trappen mensen in. En daar zit. Naar welke andere moet ze dan in Bitcoin betalen of zo? Ik heb wel zulke dingen voorbij zien komen, hoor. Ja, maar dat heb ik altijd ervaren als de methode om de Bitcoin zwart te maken of zo. Dit vond ik altijd heel raar geregeld. Ik denk, daar heeft iemand belang bij om Bitcoin in een paar daglicht te zetten. Ja, want als het echte criminelen waren, hadden ze geen Bitcoin gebruikt. Want ja, dat betaal je nooit extra belasting over in de vorm van hoge fees. Aan de miners, Dus dat ga je natuurlijk niet doen, hè? Of het is gewoon een beetje een onnozele crimineel. Dat kan natuurlijk ook. Maar wat ik denk zelf ook wel in de richting van Rick, overigens. Want dat er gewoon banken zijn die gaan zoeken van waar kunnen we. Wat is op het randje van legaal? En die gaan dan dat soort bitcoin advertenties doen. Phishing mails, ja. En het leuke is, je kan dan op zo'n, want dat is allemaal de openbare boekhouding, hè, bitcoin. Dus dan ga je op zo'n adres kijken en dan zie je dat er ook gewoon niemand heeft iets over gemaakt. Hè. Ja. Nee, tuurlijk. Maar wat ik interessant vind aan dit bericht, is dat het kennelijk niet oké is als iemand die niet de Belastingdienst is via mails, sms'jes en WhatsApp vraagt om geld. Terwijl als de Belastingdienst jou een bericht stuurt met de vraag om geld, dan is dat wel oké. En de redenering erachter is natuurlijk, ja, maar je krijgt er heel veel voor terug voor dat belastinggeld. Maar dat zijn allemaal dingen waar je niet om hebt gevraagd. Hè? Dus ik vind het een beetje, het voelt een beetje als de pot verwijt ketel. Ja, van het geld wat je aan belasting betaalt, daar zie je ook niet al te veel van terug. In ieder geval zeker niet op de manier zoals je dat zelf graag zou zien. Ja. Nee, ja, kijk nou waar het nu aan uit wordt gegeven. Van mij mag er best wat minder boa op straat. Precies. Wat minder bommen op Syrië. Nou, dat zegt nou wat. Wat zag ik nou vandaag weer op tv? Een bom op Syrië?
Er is dus een of andere kroonprins van Benin die inmiddels dus de keuze moet maken of hij nog langer als ordehandhaver in Nederland wil fungeren. Die had zo'n blauw pakje aan, hè, of dat hij koning wil worden in Benin. Oh, joh. En hij zei toen van, hij werkt nu in Drenthe, hè, ergens. Ja, maar ik ben er nog niet klaar voor, weet je. Zij wordt nog geen koning. Ja, meestal. Cool. Een beetje zo'n coming to America idee. Yeah. Coming to the Netherlands. Ja, maar bedoel je zeker dat hij gewoon het chief is van een of andere stam of zo? Dat... Nee, koning van Benin. Echt het hele land. Land, ja. Oh ja, en die werkt in Nederland? Ik zal het er even bij zoeken. Toezichthouder Rensenpark moet koning worden van Benin. Oké, en daar is hij nog niet klaar voor. Hij wil liever toezichthouder worden, houder van een park zijn. Het staat in het Dagblad van het Noorden, dus het is ook wel echt een serieus bericht of zo. Grappig. Ik mag voor hem hopen dat door de corona dat park gesloten is, want daar loopt het nou natuurlijk storm de komende paar dagen. Over een week is deze gast uit Nederland vertrokken, want er komt foto met de koning. Ja. Lijkt me ook wel grappig als hij dan ook nog op Eddie Murphy lijkt. Ja, toezichthouder in Emmen inderdaad. Ja. Your royal penis has been washed. Ken je dat van die film? Ja. Ja. Nee, van het hele land. Van het hele land, inderdaad. Ja, hij is troonopvolger van zijn onlangs overleden oom. Benin is sinds eind 19e eeuw een republiek. Oh ja. Oh nee, wel van een klein koninkrijk. Ja. Maar hij bergt van oudsher nog een aantal kleine koninkrijkjes. Ja, zie je wel. Gewoon het chief eigenlijk. Ja, dan je hebt ook een Limburger, gewoon een Nederlander. Die is dan met een Afrikaans getrouwd en hij is een zakenman in Limburg. En af en toe is er ook nog chief ergens in Nigeria of Ghana of zo, ik weet niet. Dit doet me wel weer heel erg denken aan dat je op een gegeven moment dat je zo'n bericht... dat je in Schotland kon je dan tot lord laten verklaren. Ja. Dan moest je gewoon een bepaald stukje land kopen. Had je een stukje grond erbij ook nog. Maar dan had je een titel. En dat kon dan wel handig zijn voor als je in het vliegtuig beter behandeld wilde worden. Dan staat de lord voor je naam, ja. En je kan ook nachtkoning zijn van Liechtenstein. Voor vooral 25.000 euro. Dus dan mag je s'nachts op de troon zitten in Liechtenstein. Ja, de enige macht die je dan hebt is dat je een straat naar jezelf kan vernoemen. Dus... En dat soort titels, dat is ook het handelsconcept van, hoe heet het nou, hoe heet dat stukje nou, dat boorplatform op het water? Ja, zoiets, ja. Ja, en daar kun je dus ook titels kopen van, zoals Lord en Sir en dat soort dingen. Ik moet gelijk weer denken aan die Prins de Lignac, weet je, zo'n Nederlandse zakenfiguur, weet je, zo'n... zo'n storylezer / persoon die dan altijd door de paparazzi gevolgd wordt. En die had dus een groot jacht gekocht. Hij had net iets te veel geld of zo. En die had ook zo'n titel gekocht. Die mocht zichzelf toen prins noemen. Ja, en de barontitel in België is ook heel makkelijk te krijgen. Nou, we hebben de LP heeft daar ook wel eens een keer last gehad van zo'n baron tussen aanhalingstekens. Ja. Gekochte titel. Die Matthee, de naam die we niet zullen noemen. Ja. Name that shall not be mentioned. He who shall not be named. Gewoon de baron. De baron. Nou, dan wijken we helemaal af. Maar de baron van Bastien en Adriaan schijnt dus ruzie gehad te hebben. Want hij is niet betaald door Bastien en Adriaan. Volledig andere baron. Toch gaat het, vorige week is dat rechtgezet. Kijk, de update is er ook alweer. Maar goed, even kijken hoor. We waren bij de Belastingdienst. Phishing. Ja, drommels. Allemaal phishing bij de Belastingdienst. Ja, maar hij maakt toch reclame voor, hoe heet hij nou ook weer, voor Coolblue. Die verkopen trommels, weet je. En dan hoor je hem zo op het einde zeggen, drommels. Ja. Ja. Nou, dat is. Hè? Ja, dat is een robot. Om te blijven lachen. Nou, jongens, we dralen af. Maar goed, via phishing bij de Belastingdienst, hebben we daar nog iets over te zeggen? Hebben we alles. Ja, het is gewoon vervelend dat het gebeurt. Voor de mensen die erin trappen, het is soms
ja, tenminste, ik ken die trucjes wel en ik heb er dagelijks mee te maken op het werk. Maar dit soort trucjes, als je erin trapt, ja, het is gewoon kloten voor de mensen. Vooral als je weinig geld hebt. En lastig om mensen ook aan het verstand te brengen dat ze niet op dat soort sms'jes of whatsappjes of e-mail moeten reageren. Ja, ik was zelf ook nog normaal trap ik je daar nooit in, weet je wel. Ik had laatst bij een exchange had ik een storing. Dus ik ging even naar de Telegram groep toe en ik zeg, nou joh, ik heb een probleempje. En ik kreeg meteen een reactie en een persoonlijke PM, weet je wel. Terwijl er boven staat, reageer niet op PM's die namens ons gedaan worden. Weet je wel, dus wij geven eerst een referentie in de chat, weet je wel. Dus ik was er toch ingetrapt, dus ik zat meteen te praten. Wat is jouw login, je e-mailadres? Dus ik gaf een e-mailadres. En later kreeg ik dus een reactie in de chat. Toen dacht ik, oh shit, dit is dus een nep. Gelukkig heb ik mijn wachtwoord niet gegeven, hoor. Zo stom was ik ook niet geweest, maar... Nee. Ja, je moet inderdaad alert blijven, ja. Ja. Nou ja, wat je wel kan doen als je een beetje verstand van hebt en je hebt controle over het systeem waar het over gaat, dan geef je een nepwachtwoord op, kijk je waar die vandaan komt en wat voor IP-adressen erop zitten. En dan kun je die in ieder geval blokkeren via netwerk. Dus het is op zich ook wel een grappige manier om schade te voorkomen. Ja, maar even kijken. Het volgende bericht. Limburg zet. Oh jongens, oh god. Het is een idee. Ja, zet militairen in als boa in buitengebied. Militairen in als boa. Bewust ontwijkende ambtenaren. Okay. Ja, maar dit is voor mij, ja, nu is het ineens. Dat is een soort van bericht dat nieuws is waarschijnlijk. Omdat er dan van Defensie mensen voor de provincie gaan werken. Dat is een andere werkgever ineens. Hè? Maar voor mij is het gewoon een broekzak-vestzak verhaal. Het is allemaal belastinggeld. Ja, de provincie leeft ook grotendeels van provinciefonds. En natuurlijk voor een aardig deel van wegenbelasting ook. Maar ja, daar zit ook gewoon al belastinggeld in. Ja. Ja. Dus ik... Het is natuurlijk... Kijk, en het leger, dat patrouilleert ook al op Schiphol en de Marché is daar namelijk actief. Ja, of je nou Marché of BOA of politieagent bent, het is hetzelfde pot nat als je er een bekeuring door kan krijgen. Wat ik wel denk is dat hun bevoegdheden minder zijn. Dus dat ze daar misschien soms aan moeten wennen. Ja. Ja, dus dat ze als zij als BOA gaan werken, dan mogen ze niet dezelfde dingen doen die zij als militair wel mochten. Nee. Klopt. Ja. Gelukkig maar. Ja, gelukkig maar inderdaad. Maar dat is voor. Ik heb onderzoek gedaan ooit bij de luchtmobiele brigade in Assen. En ik weet dat die militairen die ervaren hun militair zijn als een levenswijze. Die zien het niet als een beroep. Dat is dus echt een manier van leven. Die kunnen ook niet als ze door een stad lopen. Anders lopen dan in marstempo. Die vinden iedereen te langzaam lopen. Dus cool, dat zal nog best een klusje worden, zeg maar. Dat ze zich dan in een soort van BOA-keurslijf moeten gaan wringen. Heel langzaam slenteren. Ja, dan moet ze alles ontwijken. Ja. Ja, precies. Dat ze dan ook gewoon net zo inefficiënt zijn als de BOA's. Ja. Dat zal nog lastig worden. Een beetje op rustige plekken rondhangen. Daar brave burgers nog even een bekeuring aansmeren. En ze niet tegen de grond werken als je denkt van hey, je doet me te moeilijk. Nee. Nou ja, goed. Als mensen er blij van worden, dan worden ze er waarschijnlijk heel blij van tot ze zelf een bekeuring krijgen. Maar hebben we nog de nieuwe politiechef van het team Twente. Ja, die komt niet vanuit de politie zelf. Ja. Nee, ja, normaal. Of vanuit de gemeente. Ja, als ze bij ons op het werk zou rondlopen, zouden ze zeggen: goh, die is via de pijpleiding omhoog komen kruipen. Maar... Wauw, lekker. Oh jee. Nou, het hoeft niet te zijn dat ze dat in werkelijkheid ook zo is. Hier ook zo is gebeurd hoor. Maar, nee, wat ik eerder denk eigenlijk, is dat het heel lastig was om iemand voor die functie te vinden. En dat ze toen bij die
bij dat politiekorps dachten van, hey, we zoeken gewoon iemand die bestuurservaring heeft. Weet je, datzelfde zie je bij heel veel overheidsafdelingen. Nou, je zag het bij Annemarie Jorritsma bijvoorbeeld. Die is eerst bij 2 verschillende ministeries minister geweest. En vervolgens werd ze burgemeester van Almere en daarna voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Dus ja, je moet gewoon een beetje kunnen besturen, zullen we zeggen. Voor wat betreft de overheid. En dan is het allemaal wel goed. De inhoudelijke ervaring doet er niet zo gek. Het is gewoon een ervaren slavendrijfster. Dat is het, ja. Nou goed, het is wel fijn als je enige affiniteit hebt met de business waar je in zit. En als je niet bij de politie werkt, kan het zijn dat je af en toe besluiten gaat nemen die nogal dommig overkomen. Omdat dat niet strookt met de realiteit. En ja, goed, daar ze dan op wachten. En in het slechtste geval voor haar gaat er dan ook echt iets goed fout door. En ontstaat er heel veel onrust. En moet ze alsnog wieberen. Mm. Maar als het wel goed gaat, nou ja, mooi voor haar. En ja, als ze besluit om niet meer voor elke 4 km per uur te hard en ook niet 20 km per uur te hard een bekeuring te geven, dan vind ik het een top 5 in ieder geval. Het zou nog wel kunnen zijn inderdaad, omdat ze van buiten komt, dus niet van binnen die politiecultuur, dat ze inderdaad een hele andere kijk op de zaak heeft, weet je wel. Dus, ja, maar ze komt vanuit de gemeente, hè? Vanuit de gemeente Deventer. Laten we het hoofd van afsluiten zeggen dat we op de eerste doorbraak wachten. Hè? De eerste doorbraak. Door de nieuwe aanpak. Ja. Oké. Okay. Ja. Maar goed, ja. Goed, de politie experimenteert. Ja, hè? Ja. Leuk. Dat is goed. Leuk. Dan gaan we even naar Prins Bernhard. Ik zag dit bericht heel veel voorbij komen op sociale media. En allemaal van... Dit is dus wel een echte prins, hè? Die heeft zijn titel niet gekocht. Sommige mensen zeggen van... Dat als je helemaal teruggaat in de tijd... Heeft de stadhouder, de laatste stadhouder heeft toen afstand gedaan. Van alle claims die de Oranjes kunnen hebben. Oh, dus dan is het... Dan kun je ook zeggen van eigenlijk zijn alle Oranjes nep, maar... Ja, dat zou je nog kunnen zeggen, maar hij heeft niet alleen maar oranje voorouders, maar ook voor Liepe Biesterveld, ja, toch? Ja, dan nog is het geloof in adel is eigenlijk ook maar een raar geloof, hè? Dus, ja, natuurlijk. Er komen toch weer onzichtbare opperwezens bij kijken en zo. En, zijn ook bij gratie gods, zijn ze dan, dan komt er zo'n hele waslijst van titels. Nou ja, het is gewoon een soort van oude lijst van titels die hoorden bij een hiërarchie. Tegenwoordig heb je nog steeds hiërarchie. In de kerk heb je dat bijvoorbeeld nog steeds, dat was toen ook al. Maar je hebt het ook gewoon binnen overheden natuurlijk. Je hebt de minister-president, daaronder zit de minister, daaronder zit de staatssecretaris. En daaronder zitten de kamerleden en daaronder zit het plebs. Nou ja, dan heb je die afdelingen natuurlijk met rijk, provincie, gemeente en het waterschap is een beetje raar tussendoor. Ik zou niet weten hoe die in de hiërarchie past. Ja, wij anarchisten worden er niet blij van. Maar in ieder geval, het kwam allemaal voorbij zo op sociale media en allemaal boze reacties op Bernhard, weet je wel, hè? Vieze huisjesmelker. Terwijl, ja, ik had zoiets van... Nou, ik keek er toch wat anders tegenaan. Jij ook, Rick, neem ik aan. Ja, er staat natuurlijk een heel uitgebreid artikel, stond er eerder in de Volkskrant over zijn zakengeschiedenis, zullen we maar zeggen. En hij heeft heel veel slimme dingen gedaan, weet jij. Hij is ook de man van de Ritsenkoeriers bijvoorbeeld. In de tijd dat iedereen een gratis over studentenkaart had, liet hij studenten met hun studentenkaart allemaal pakjes bezorgen. Ja. Nou, gouden business natuurlijk. Weet je, hij was ook een van de eerste ondernemers in Nederland die een webshop had, met shop.nl. Het is een ontzettend wie zakenman. Maar dat kun je hem niet kwalijk nemen. Het enige waar ik dan wel mee zit, is dat zijn startkapitaal een beetje duistere oorsprong heeft. Maar ja, goed, dat is denk ik dan het enige. Ja. In ieder geval de PvdA. Ja, het is vooral... Ja? Het is vooral jaloezie van de PvdA. En er zijn ook veel grotere partijen nog die veel meer puntjes in Amsterdam hebben.
Maar ik heb eerder wel begrepen dat ze, dat zag ik nu dus niet in dit artikel en ook niet in het soort van achtergrondartikel wat ik erbij gezocht had. Maar hij heeft eerder wel eens gezegd dat hij, volgens mij in een interview op tv of zo, dat hij die panden allemaal opkocht omdat hij niet wilde dat Chinese investeerders Nederlands erfgoed zouden opkopen. Ja. Ik weet niet of dat een beetje een soort van gelegenheidsargument was, maar daar kan ik me nog wel iets bij voorstellen. Goed verhaal. Ja, toch? Goed bedacht. Ja. Nou goed, ik hoop dat het hem zakelijk gewoon goed vergaat. En dat de mensen die geholpen zijn door van hem een woning te kunnen huren, dat die er ook blij mee zijn. En dat is eigenlijk het enige wat telt. En wat anderen ervan vinden, boeit echt gewoon totaal niet. Nee, het schijnt een beetje dat tussenpersonen nog wel eens wat onhandige dingen gedaan hebben. Maar daar was hij zelf ook niet verantwoordelijk voor. En heeft hij ook afstand van genomen. Maar kan hij, dat vraag ik me nog wel af, kan hij zijn, leden van het Koningshuis, die hebben toch ook nog wel eens voordeeltjes met het ontwijken van belasting, wordt wel eens gezegd. Weet jij hoe dat zit? Ja. Ja, of verzwijgen van heel kapitaal. Het wordt gewoon ontkend. Volgens mij is het een soort van de wettelijke toelage, hè, die in de begroting voor Binnenlandse Zaken Koninkrijksrelaties zit, die is dacht ik wel belastingvrij. Ja. Maar geniet hij daar ook nog wat van? Of? Nee, volgens mij is dat de soort van eerste en tweede generatie alleen maar koninklijke, de koning en de koningin en hun kinderen, ik. En ik bedenk de bedrijfsactiviteiten sowieso niet. Als ze bedrijven hebben dan, en die maken winst, dan moeten die wel gewoon, die zijn geregistreerd in een land wat gewoon daar de belasting over gaat. Ja, zeker. Maar goed, wat wil de PvdA? Want die hebben dan een voorstel. Waarom het natuurlijk in het nieuws gekomen is, is omdat de PvdA die heeft zijn nieuw verkiezingsprogramma gepresenteerd. En die wil een belasting op huisjesmelkers. En dat hebben ze de Prins Bernhard belasting genoemd. Dus vandaar dat hij daar nogal over viel. En dat hij heeft gezegd, daar ben ik eigenlijk niet zo van gediend dat je mijn naam in dat verkiezingsprogramma gebruikt. Dus daar heeft hij een probleem van gemaakt. Dat vind ik ook heel logisch. Weet je wel? Ja. Toen we Piet Engel van Oranje, Camping Oranje, dat ken je de geschiedenis? Nee. Van hoe dat hij die camping, dat is voortgekomen uit een deal met de stad Rotterdam, waar hij huisjesmelker was. Ah. Toen hebben ze hem uitgekocht en daar heeft hij dat Fort Oranje mee begonnen. Oh, lachen. Ja. En dat is de vader van de Willem Engel, die nu tegen de strijd. Oh. Uh-huh. Ja, dat wist ik wel, ja. Mooi, hebben ze wel geluk gehad dat ze die kans hebben gekregen. Nou, maar dat is dus tot daaraan toe, want die kans, vervolgens wilde die vent dat dus, dat Fort Oranje, dat runde hij op zijn manier, om het maar op die manier te zeggen, en dat mocht niet. En die hebben ze ook eigenlijk, alle video's die staan nog van op het internet hoe het daar was natuurlijk. Maar die man die werd altijd tegengewerkt, zegt hij op zijn manier, weet je wel. Hij heeft in ieder geval meelij gewekt, toch? Dus dat ze een hele slimme zet hebben we net geleerd. Ja, dat is. Maar dat is niet zo gevallen, want de media heeft het anders gepresenteerd. Oh jee. Ja. Maar van aan de andere kant ook die PvdA. Ja, als je ziet waar al die kopstukken van de PvdA, hoe die wonen, weet je wel. Grachtenpanden van een miljoen en zo. Ja, volgens mij willen ze zo'n pand dat Bernhard heeft, willen ze graag zelf hebben. Weet je wel? Ja. Dit sluit ook wel aan bij dat hele verhaal, omdat ze in Amsterdam natuurlijk eigenlijk liever willen dat hebben ze nu bij die nieuwe huizen, hebben ze dat ook al verplicht gesteld. Hè? Dat als jij een huis laat bouwen, dan mag je dat niet verhuren. Dan moet je er zelf in gaan wonen. Mm-hmm. En daar komt dus de 1984 weer om de hoek kijken. Want alles wordt op een gegeven moment gewoon geregistreerd. Ja. En dan kan jij, u heeft uw huis geregistreerd bij de gemeente. Dus we komen nu eventjes op een willekeurige dag bij u aanbellen. Even kijken of u er bent. Want
Ja, toevallig hebben de buren gehoord de Engelsen spreken in de tuin. Dus of u niet met meer dan, drie personen in uw huis aanwezig bent in deze coronatijd, hè? Nee, dat ook. Maar dus ook om te kijken of de bewoners wel aanwezig zijn. Want je mag het niet via Airbnb stiekem verhuren. Ja, maar het geeft een soort excuus om op allerlei redenen achter je voordeur te kijken, weet je wel. Ja. Nou, blij dat ik niet in Amsterdam woon. Nee, nou laat ze maar lekker lijden daar. Maar nou komen we even bij de dildo. Ja. Wat een mooi bruggetje, Johan. Ja. Je slaat er volgens mij eentje over, maar oké, okay, dat is wel niet duidelijk. Nee, dat was de achtergrond van Prins Bernhard, zeg maar. Ja. Ik denk dat is wel weer duidelijk waar Johan mee in zijn hoofd zit. Jij hebt een dildo in je hoofd, Johan. Ja. Maar wat gaat er met de dildo gebeuren? Nou ja, de Britse seksspeeltjes, die worden duurder. Maar ja, dat is logisch met die Brexit. Maar ik dacht toen ik dit bericht zag van, komen dan zoveel van onze seksspeeltjes uit Groot-Brittannië? Kennelijk is dat zo, ja. Oké. Okay. Nou, het wordt dus vooral duurder door de EU, want die kan dan ook gewoon zeggen, alles uit Engeland is gewoon belastingvrij en mag gewoon onbeperkt, ongehinderd ingevoerd worden. Maar in plaats daarvan wordt het gewoon weer moeilijk gemaakt. Dus het is niet door de Brexit dat dit gebeurt, maar door de EU die gewoon allerlei belemmeringen oplegt. Ja, natuurlijk. Maar goed, dat is dus ook een soort hidden text eigenlijk van het bestaan van de EU en de schade die ze aanrichten. Ja, dat komt op verschillende manieren land te rekening bij de mensen. En dit keer dan ook bij de gebruikers van dildo's. Ja, als je het nu zeg maar hebt over dat dus straks de economie van Groot-Brittannië slecht draait, dan is dit een van de redenen natuurlijk al, die importheffingen. Ja, maar dan is het doel bereikt waarschijnlijk. Ja, waarschijnlijk wel. Maar hetzelfde verhaal is het eigenlijk bij de soort van de verhouding tussen importheffingen en ontwikkelingssamenwerking. Ja, dat werkt precies zo. Als je die importheffingen niet zou hebben, dan zou het een stuk beter gaan met de bedrijven in ontwikkelingslanden. Ja. Maar ja, dan hebben die hulporganisaties geen reet meer te doen. Exact, ja. Die zullen daar niet voor pleiten direct. Ja, dat weet ik niet. Maar daar heeft dat gesprek met de Oegandese kandidaat heeft daar ook wel wat dingen bevestigd voor mij. Voor in ieder geval de Oegandese situatie. Ja, maar man, wat daar allemaal gebeurt in Oeganda, daar lusten de honden geen brood van. Ja, laat het even vertellen, hè. Nou, die beelden die zijn door Facebook, worden ze continu... Worden ze geblurred. En dan staat erbij explicit pictures en zo. Daar worden gewoon mensen tot bloedens toe worden ze daar kapot geramd door militairen. Omdat zij het niet eens zijn met het huidige beleid. En als je daar gaat protesteren, dan word je niet verteld om naar huis te gaan. Dan word je niet ook met één keer met een knuppeltje geslagen. Dan rammen ze gewoon net zo lang totdat je bewusteloos met bloed op je hoofd op de grond ligt. Dat is wat in Oeganda gebeurt op dit moment. Ja. Gezellig. Ja. En ja, dat is... word ik daar hoor je die hulporganisaties niet over, hè? Nee. Nou ja, en daar wordt dan ook gezegd van... maar er gaat heel veel Europees geld heen. Ja. De EU en allerlei landen binnen de EU... die hanteren als het goed is... hanteren ze de standaard van good governance. Dus ze zouden moeten kijken of een overheid het geld op een juiste manier besteedt. Nou, als dit de manier is waarop ze dat besteden, dan zou je die gelden onmiddellijk stop moeten zetten. Ja, maar dit was het handhaven van de coronamaatregelen. Ja, nou ja, dat kun je ook op verschillende manieren doen. En zelfs als je dat gelooft, dan kun je dat nog op een vriendelijke manier. Er was een libertariër uit Oeganda die we toen in de uitzending hadden, een paar half jaar geleden geloof ik.
En die vertellen dat er toen ook helemaal geen doden waren van corona in Oeganda. Er waren echt een handjevol zieken, tientallen. En ja, ze hadden dus het leger op straat die dus de regels handhaafde. Iedereen moest gewoon letterlijk thuis binnen zitten in dat bloedhete land. Mm-hmm. Dus ja, het is... mensen wel daglonen werken. Zeg je? Terwijl mensen wel op daglonen werkten en dus ook acuut geen inkomen meer hadden. Ja, ik heb ook vrienden in Kenia inderdaad. Nou ja, die hebben juist dat heel erg nodig, dat ze live kunnen handelen met de goederen die ze op hun eigen landje produceren, zullen we zeggen. Dat kunnen ze dan weer inruilen voor andere dingen. En dan hebben ze een beetje in hun levensonderhoud voorzien. Maar die vriend die had dus gewoon boodschappen gedaan bij een supermarkt. Nou, dat was te veel wat betreft de overheid. Dus dat is hem allemaal afgenomen. Nou, zoveel geld had hij niet. Dus dat was behoorlijk verdrietig. Ja, dat is gewoon belasting. Ja. Die acuut op straat geheven wordt door een ambtenaar op straat. Door een met een bepaalde militaire excuus. Boa. Ja. Die vervolgens waarschijnlijk dat eten zelf opeet. Ja, wat gebeurt er dan vervolgens mee, hè, inderdaad? Ik ken ook een verhaal van een kennis die ik ken in Oeganda. Die nam even een verkeerde afslag. En die werd meteen aangehouden door een stel militairen. Mm. En die mitrailleurs gingen ook recht. Het raampje moest naar beneden. Nou, de mitrailleurs zo huppa in de auto. En werd zo gezegd, we arrest you. Want het was zondag. Mm. Normaal door de week werd er gezegd, we arrest you in the name of the president. Maar op zondag zeiden ze, we arrest you in the name of Jesus. Bijzondere behandeling, ja. Ja. Voel je je gezegend, hè? Ze waren op de zondag waren ze het verkeerde straatje ingereden. Ja, dat was groot. Ja, ze wilden even geld hebben. Dus, Ja, dat is heel normaal in die landen, hè. Dan koop je zo'n ambtenaar om en dan kun je weer doorrijden. We zijn door de berichten heen, als het goed is. Mm-hmm. Wouden we over die laatste nog wat zeggen, over de seksspeeltjes? Nou ja, er komen producten uit het Verenigd Koninkrijk. Dat de producenten daar gaat het meer kosten om het naar Europa te verschepen. Dus ik ben wel benieuwd of er zeg maar een soort verschuiving plaatsvindt in het soort seksspeeltjes dat je in de winkels gaat zien liggen binnenkort. Gewoon weer komkommer en de banaan gaat worden. Dat kan ook, maar ja, ook kan ook Chinese prut zijn. En daar zitten natuurlijk wel allerlei oplosmiddelen in die synthetische rubbers. Krijg je daar weer gedoe over, hè? En als dat te klein voor je is, dan kun je nog altijd naar de aubergine. In vroege tijden was het volgens mij werd het gewoon van hout gemaakt. Hout? Ja. En die houten dildo's, dat zijn hele oude houten dildo's gevonden. Gewoon natuurlijk netjes geschaafd en zo, dat soort dingen allemaal. Nou, grappig. Ja, dat is wel aan te raden dat je geen splinters hebt in ieder geval. Nee, dat... Ik kan ook vragen over de toespraak van Trump van gisteren. Dan kunnen we nog even erin gooien. Nee. Nee, ik ben daar niet zo mee bezig. Hij heeft voor het eerst nou een uitspraak gedaan dat hij dus nog steeds in de strijd is om het presidentschap. En dat hij het betreurt dat zijn tegenstander ondanks de afspraak al een overwinning heeft uitgeroepen. Maar Biden is ook allemaal al poppetjes aan het uitzetten. Hij is zijn hele beleid al aan het uitstippelen. Dat kondigt hij ook aan in de pers en die gaat er echt ruim in mee. Want Trump die heeft natuurlijk veel te veel kritiek gehad op de media. Dus die staan massaal aan de kant van Biden op dit moment. Ja, ongeacht wat er uiteindelijk uitkomt, heeft Biden op dit moment wel gewoon een soort van de publieke opinie mee, volgens mij. Of in ieder geval de media-opinie. Ja, op ieder Facebook-bericht wat je plaatst, wat betrekking heeft op de presidentiële verkiezingen in de VS, wordt een label geplakt waarop staat... Biden is de verwachte winnaar van de verkiezingen. Op Twitter hetzelfde. En dat is op die manier wordt er echt wel... Maar dat is op zich wel een realistische uitspraak. Maar
Onder ieder bericht zetten? Zeg maar Furman Supreme, Furman Supreme die kreeg dat niet. Hè? Die had zichzelf ook uitgeroepen tot winnaar. En die deed ook in zijn Furman Supreme outfit deed hij ook nog een leuk dansje erbij. Maar die kreeg die melding niet. Hè? Kan je ook nog vertellen dat de titel van Trump op Facebook was eerst president van de VS. En die hebben ze veranderd. Ja. Politiek kandidaat. Ja, de Twitter-account van de POTUS, de President of the United States, die is ook, dat account is nu naar Biden gegaan. Oké. Dat zijn dus allemaal van die manieren waarop dat eigenlijk mensen zich een beetje in de kaart laten kijken. Want, ja, ik heb gisteren wat Trump-coins gekocht, om het maar zo te zeggen. Oh god, die je allemaal gedumpt had 4 jaar geleden. Als Trump het nog ziet zitten om het te proberen, wie weet wat hij nog voor elkaar krijgt. Op de 14e wordt er gestemd daar. Ja. Hè? Dus dat even. Waar wordt er over gestemd? Nou, nu hebben de mensen die in die staten wonen, hebben kiesmannen aangesteld. En die kiesmannen die gaan stemmen op 14 december. En dan wordt de president vastgekozen. Oh, dan kan het ook nog zijn dat die het dan nog wel wordt. Ja, nee, precies. Dus dat is gewoon een mogelijkheid. En dat ja, is nou één grote lobby. Wat ik begrepen heb, is dat al die bezwaren die nu uiten, dat die passen binnen een soort scenario van een president die bezwaar kan maken tegen een uitslag. En dat staat er gewoon letterlijk zo in de wet staan, al die stappen zo beschreven, wat zo'n oud-president dan moet doen. Om te zorgen dat hij dat succesvol kan aanvechten. Dus dat hele proces schijnt hij nu te volgen ook. Letterlijk zoals het in die wet staat. Ja. En dat recht heeft hij. Dat heeft hij. Ze proberen dus eigenlijk nu, de media probeert dus nu in de sociale media en alles, proberen ze dus het de beeld zo te vormen. Zodat misschien als een kiesman op Facebook zit en die denkt dan, iedereen vindt Biden president. Oh, laat ik dan toch maar als kiesman op Biden stemmen. Ja, dat is een soort indirecte beïnvloeding van de kiesmannen, zeg maar. Ja, niet dat er nou gek veel wijzigingen zullen komen. Nee. Weet je. Net zoals jij al zei, van er is zo'n kiesman die stemt al jarenlang op een overleden Indian chief. En je hebt eentje die op Ron Paul stemt. Ja, dus dat soort voorkeuren die zijn denk ik al heel erg lang geleden bepaald. De helft van alle kiesmannen moet sowieso stemmen conform wat het volk gestemd heeft, zeg maar. Hè? Dus die kan niet zijn eigen mening inbrengen. Dus de andere helft. Dat is dan wat. Staat het er van tevoren vast welke kiesman? De helft van de kiesmannen, dat is in sommige staten is het gewoon de helft. De andere helft is wel vrije keuze. En ja, het komt ongeveer neer een beetje op 50-50. Dus dat de ene helft moet gewoon stemmen conform wat het volk gekozen heeft. En de andere helft die kan nog zeggen van ik stem op iets anders. Maar hoe wordt er dan bepaald welke kiesman een vrije keuze heeft? Ja, dat weet ik niet. Ik heb er ooit een keer een filmpje over gezien waarin dat uitgelegd werd. Dus ja. Het zit ingewikkelder in elkaar. Ja, en het schijnt ook nog op die avond dat ze gaan stemmen, is er ook behoorlijk veel sprake van alcoholgebruik en zo. Dus ja. Er is een heel leuk filmpje van Adam Ruins Everything over die kiesmannen. Dus ja, er wordt wel heel leuk uitgelegd hoe dat gaat daar. Ja. Maar ja, goed. Ja, maar we zijn aan het einde gekomen. Ik weet niet. Ja, we kunnen nog door blijven lullen hierna, maar ik ga in ieder geval. Ik ga de eindjingle erin gooien. Ja, even kijken hoor. Ik wil in ieder geval iedereen hartelijk danken voor het deelnemen, uiteraard. Luisteraars ook hartelijk danken voor het luisteren. Uiteraard zijn we volgende week weer. En ik wens iedereen een vrolijke en vooral heel erg vrije week toe. En ik zou zeggen, toedeloos.